Nou, goedemorgen iedereen. Hartelijk welkom bij deze update van ons BIM-loket cluster IT en internationale aansluiting. We hebben een heel vol programma vandaag. Dus als je nog eventjes, het gaat in de sneltreinvaart. Dus als je nog geen koffie hebt gehaald, doe dat dan snel eventjes. Want we hebben nauwelijks adempauze tussendoor. Rick, als het goed is, kun jij mijn dia's besturen? Want ik heb jou Oké, prima. nu niet meer, nu wel. Ja. Kan je zelf klikken als je. Ja, ik probeer het. Welkom in ieder geval. Even de huishoudelijke mededelingen. Wij nemen dit webinar op, zodat mensen naderhand ook nog eens eventjes kunnen nakijken. Wil je niet in beeld, zet dan je camera uit. In ieder geval wil je vragen om je microfoon uit te laten. En heb je vragen, zet ze in de chat. Zullen niet ontzettend veel tijd hebben om vragen te beantwoorden of voor discussie. Het gaat er vandaag echt om dat we eventjes een overzicht geven aan het begin van het jaar van waar zijn we allemaal mee bezig? Wat gebeurt er allemaal? En in de loop van het jaar dan gaan we met gespecialiseerde webinars gaan we op bepaalde onderwerpen nader in. En ja, dan kunnen jullie zelf ook aangeven van welke onderwerpen wil je nog eens wat verder uitgediept hebben? En daar gaan we dan dingen voor organiseren. Even kijken of ik verder kom. Dat gaat een beetje traag allemaal. Ja. Het cluster internationale aansluiting. Dat is ja, een clustertje van activiteiten binnen het BIM-loket. Internationale aansluiting. We zeggen, als het gaat om standaarden, om BIM-standaarden, dan gaan wij internationaal. Tenzij wij denken dat we in Nederland iets beters hebben of wanneer we een standaard willen hebben voor iets waar internationaal nog niks voor is, maar internationaal tenzij. Daarom participeren wij in internationale BIM-normalisatie en standaardisatie. En wat we proberen te doen is zo goed mogelijk in de gaten te houden van wat er in ISO en in CEN en in Building Smart en in soms nog andere clubs allemaal gebeurt en wat er op ons afkomt. En daar jullie de bouwsector en over te informeren. En dat is best wel heel veel. We waren aan het eind van het jaar met z'n drieën, want we zijn met drie mensen actief in dat cluster internationale aansluiting vanuit BIM-loket. Ikzelf, Alex Worp en Lex Rantzijn. En we waren nog eens zo eens eventjes aan het inventariseren waar we overal mee bezig waren. Nou, dat is een hele lange lijst. En ja, dat willen we toch ook eens even met jullie delen van wat er allemaal gaande is. Binnen ons eigen cluster, maar ook heel veel in ons netwerk. BIM-loket is een typische netwerkorganisatie. We doen niet alles zelf. Binnen ons netwerk gebeurt ook heel veel, wat ook weer met ons werk te maken heeft. Nou, ik praat over de NEN, over de DigiGo, over Building Smart. Nou ja, die internationale normcommissies enzovoort. En vandaag laten we van die ontwikkeling een heleboel de revue passeren. We gaan er niet zeer inhoudelijk op in. Dat doen we andere keren. Webinars rond specifieke thema's. We geven een overzicht van wat er allemaal aan de hand is. Wat is er? Wat is het afgelopen jaar gebeurd? En wat zijn de plannen voor het volgend jaar, voor dit jaar. Nou, dat is een heleboel. We zondigen eigenlijk tegen iedere regel van goede kennisoverdracht, hè, waarin wordt gezegd bijvoorbeeld van, nou, je moet in een sessie niet meer dan drie nieuwe dingen vertellen, want dat nemen mensen toch niet op. Nou, we hebben er ruim 20. Maar ja, nogmaals, we gaan er niet ontzettend diep inhoudelijk op in. En je kunt het allemaal nog eens een keer weer nalezen. Projecten van BIM-loket zijn er een heleboel. Daar gaan we iets over vertellen. Dit is het lijstje. Ik ga het allemaal niet oplezen. Het komt vanzelf voorbij. Een paar dingetjes willen we uit de Europese Normcommissie nog eventjes naar voren halen, waar Alex en ik persoonlijk bij betrokken zijn.
De versnellingsprojecten, DigiGo, een paar projecten daaruit. Er zijn veel meer versnellingsprojecten in DigiGo, maar we pikken er een paar uit die sterke relatie hebben met waar wij mee bezig zijn. Dan een aantal projecten van Building Smart, Benelux, Building Smart International. BIMloket en Building Smart die zullen steeds nauwer gaan samenwerken. Daar zijn we met vergevorderde plannen ook in ondersteunende zin vanuit BIMloket Building Smart Benelux te gaan ondersteunen en andersom. Dus we gaan steeds dichter tegen elkaar aan zitten wat dat betreft. En ook een aantal van dat soort projecten willen we even de revue laten passeren. En dan hebben we nog een open podium. Mensen uitgenodigd om zelf onderwerpen aan te dragen. Nou, dat heeft Maurice Kenter in ieder geval gedaan voor Dura Vermeer. Die met een eigen OTL-ontwikkeling bezig zijn. En Lex die gaat een aantal ideeën van hem over Common Data Environment aan jullie voorleggen. En wellicht komen er nog andere dingen voorbij ook. Eerste bijdrage van mezelf, de kaders. Waarom de kaders? Ik ga iets vertellen, iets rond de 1956, ISO 9650. Dat vind ik echt een kader voor het management van digitale informatie, de proceskant van de digitale informatie. En de NCA 8035 en NEN 2660, waar we nou bij betrokken zijn, waar het eigenlijk gaat om de kaders voor de opbouw van digitale informatie. Dus meer over de inhoud van de informatie. En ja, die komen eigenlijk als een soort van rode draad iedere keer weer terug in allerlei bijdragen. De ISO 9650. Vorig jaar in mei hebben we twee druk bezochte webinars daarvoor georganiseerd. Eigenlijk zouden het seminars worden. Maar ja, vanwege de corona zijn het webinars geworden en hebben gemerkt dat we daarmee toch nog weer aanzienlijk meer mensen bereiken dan met een live seminar. Dus we dachten, dat houden we erin. Er zijn nu weer allerlei dingen in ontwikkeling voor rond die 1956. Er zijn verschillende Europese praktijkrichtlijnen in de maak door de CEN-commissie die gaat over BIM. Eigenlijk praktijkrichtlijnen en vervolgnormen. Level of Information Need, dat LOIN. Daar gaat Alex straks iets over vertellen. Er is een richtlijn in de maak voor ILS'en en BIM-uitvoeringsplannen. Daar ga ik nog iets over vertellen. Er is een club aan de gang met Common Data Environment, met IDM enzovoort. Nou, er zal dit jaar in 2021 zal vanuit de Europese Normcommissie nog veel worden gepubliceerd. En daar zullen we jullie ook over berichten. De NEN ISO 9650 1 en 2 zijn vertaald in het Nederlands. Daar hebben Rijkswaterstaat, Gelderland en BIMloket geld voor bij elkaar gelegd om die vertaling te maken. Verkrijgbaar in de NEN-shop. Er wordt veel gevraagd van waar kunnen we die dingen gratis krijgen? Nou, ze zijn niet gratis. Je moet er echt voor betalen zoals je dat voor iedere norm, NEN-norm moet. Een vraag die ik de laatste tijd ook veel krijg is van wanneer komt de Nederlandse annex? De Britten die hebben een annex bij de 9650-2 gemaakt. Waarin allerlei aanvullende zaken worden geregeld. Zoals naamgevingsconventies voor bestanden enzovoort. Nou, dat zit allemaal niet in de NEN zelf of in de ISO zelf. Dat als je dat wil, dan kan dat in een National Annex. Nou, er zijn geen plannen voor een Nederlandse Annex. Dat mogelijk komt dat ooit nog eens, maar dan moet er een heel duidelijke vraag vanuit de markt zijn om zo'n Annex te maken. En dat moet niet alleen maar
een inhoudelijke vraag zijn, maar er moet ook een draagkrachtige vraag zijn. Dat wil zeggen, er moet gewoon geld op tafel komen om zo'n ding te maken. Maar op dit moment proeven wij niet de behoefte aan een annex. Dan komt deel 4, Information Exchange. Dat was zoals ieder deel van de ISO 9650 eigenlijk een internationale bewerking is van de oorspronkelijke Britse normen, de PAS 1192-serie. Zo is dat deel 4 dat in feite ook. Maar in deel 4 van de PAS 1192, daar wordt vooral ook COBE beschreven. En hoe je volgens COBE informatie uitwisselt. Internationaal is het geen COBE. Het wordt een vrij dunne norm. Waar het vooral gaat over de kwaliteitsborging bij informatieuitwisseling. Digitale informatieuitwisseling. Daarnaast komen dus die diverse Europese praktijkrichtlijnen nog aan de orde. Dit wat betreft de 9650. Dan de NTA 8035 en de NEN 2660. Gaat over semantisch modelleren. Ook daar hebben we vorig jaar een webinar voor georganiseerd. Een samenwerking tussen NEN en BIMloket. Dat was naar aanleiding van de publicatie van die NTA. Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving. Bedoeld als basis voor de consistente opbouw van informatiemodellen, zoals OTL's, met gebruik van linked data. Deze is anders dan de ISO-normen wel gratis verkrijgbaar. Ook daar hebben dezelfde organisaties weer geld voor bij elkaar gelegd. We hebben in feite de publicatierechten van NEN afgekocht en hij is gratis te downloaden bij NEN. En wordt inmiddels toegepast in diverse OTL-ontwikkelingen in Nederland. En daar zullen we nog een aantal voorbeelden van zien vandaag. Wat was het ook alweer? Wat was dat ook alweer, een OTL? Voor de mensen die dat niet helemaal weten. Het is een OTL, als ik het heel simpel zeg, is het een systematische beschrijving van typen objecten, van hun eigenschappen en hun onderlinge relaties. Dus daar, bijvoorbeeld als in de OTL van Rijkswaterstaat, daar wordt een brug beschreven en de onderdelen van de brug en de eigenschappen enzovoort. En daarin kun je zien van als je een brug maakt voor Rijkswaterstaat, wat de Rijkswaterstaat daar allemaal van wil weten. Welke informatie ze geleverd willen hebben om dat te kunnen vertalen in hun asset management systemen, om die brug op een goede manier te kunnen gebruiken en onderhouden. Wat willen ze er allemaal van weten? En dat in een computerleesbare en interpreteerbare taal en structuur. Dat gebeurt dan met taxonomieën of ontologieën. En die kun je op 100.000 verschillende manieren opbouwen. En dat gebeurt dus ook in de praktijk als je daar geen goede afspraken over maakt. Wat betekent dat de informatieuitwisseling in ieder project weer heel duur maatwerk vergt. En daarom vinden we dat met z'n allen dat we afspraken moeten maken over de opbouw van zulke taxonomieën en ontologieën. Waardoor je niet in ieder project weer met een andere structuur en met een andere met andere terminologie en weet ik wat allemaal wordt geconfronteerd. En dan wordt het interessant om daar standaard software voor te maken. Dat zien we ondertussen ook gebeuren. Waarmee we gewoon zowel in kosten als in efficiëntie enorme slagen kunnen maken als het gaat om digitale informatieuitwisseling. Dat product, die NTA, is een product van een NEN-commissie die ook fungeert als spiegelcommissie voor de internationale normcommissies die zich bezighouden met BIM. Dat is deze commissie en deze clubs zitten er allemaal in. We zijn daar zelf als BIM-loket met 3 mensen in vertegenwoordigd. En wat we, ja, en zo zijn alle
nationale normalisatiecommissies bijna in de wereld zijn bij ISO aangesloten. En alle Europese zijn bij CEN aangesloten, net zoals NEN dat doet. We hebben de NTA 8035 vanuit Nederland ingebracht in CEN. Die komt terug als Semantic Modeling and Linking Standard. Dezelfde mensen die hebben gewerkt aan die NTA, die werken nu in Europees verband aan een Europese versie daarvan, de Semantic Modeling and Linking Standard. En die gaan we dus ook op deze manier exporteren naar al die andere landen. Dus hier maken we impact. Hè. We als Nederland zijn we redelijk voorlopend als het gaat om semantisch modelleren. En die kennis die proberen we zoveel mogelijk te exporteren op deze manier. Dan de NEN 2660. Dit is mijn laatste sheet voorlopig. De NTA is, die ontologieën en die taxonomieën, is een toepassing van linkdatatalen. Maar er zijn ook organisaties die andere modelleringstalen gebruiken, zoals UML. Er zijn er meerdere van. En er is een behoefte aan een taalonafhankelijke versie. En dat wordt dan die NEN 2660-1, regels voor conceptuele modellering van gebruik en levenscyclus van gebouw en omgeving. Daarin wordt een soort van topmodel beschreven. Dat gebeurde in een andere normcommissie, waarvan ik de voorzitter mag zijn. Maar dat blijft niet bij dat topmodel. Er is ook behoefte aan een verdere uitwerking van dat topmodel tot echte modelleerpatronen die herkenbaar zijn voor zowel gebouwen als voor infra. En dat is de NEN 2660-2. Daar is een schrijfgroep voor geformeerd, waarin ook mensen zitten die in onze expertcommissie van COINS en CBNL participeren. Dus ook daar is weer sprake van een nauwe samenwerking tussen NEM en BIMloket om deze dingen te ontwikkelen. De groene versies van beide delen zijn bijna klaar. Die zullen de komende maanden worden gepubliceerd. En een groene versie, dat wil zeggen, dat is een soort van commentaarversie. Die kun je nog gratis downloaden bij de NEN. En dan heb je 3 maanden de tijd om daarna te kijken en om commentaar te leveren enzovoorts. En de normcommissie die moet vervolgens al die commentaren keurig verwerken weer in de normen. En dan eind van het jaar dan zijn de definitieve beschikbaar. Heel verhaal over de NEN 2660 en de NTA 8035. Daarmee sluit ik mijn verhaal op dit moment even af. En geef graag het woord aan Hans Elsinga, die iets gaat vertellen over digitaal vastgoed bij Rijksvastgoedbedrijf. Ja, goedemorgen allemaal. Ik heb maar 5 minuten dik, dus het wordt wel een hele snelle presentatie. Prima. Kan jij het eerste plaatje laten zien? Ja, komt er aan. Ik heb net Hans toegang gegeven tot zelfbediening. Hans, dat kun je dus zelf doen door op het pijltje, op zo'n klein pijltje te klikken onderin het scherm. Onderin het scherm, maar ik zie geen pijltje. Ja, die. Ja. Oh, welke? Kunnen jullie mij zien? Naar voren en naar achter. Ja. Dus je hebt een pijltje naar voren en een pijltje naar... Oké, dus ik kan het gewoon zo doen. Ja. Ja. Nou, maar er gebeurt niks. Nou, jullie mogen van mij, want ik heb maar weinig dia's hoor. Lex, doe jij het. Ik klik wel voor je hand. Nou, wat zien jullie hier? Dit is een heel eenvoudig 3D-model van de Poelendaalse Singel in Middelburg. Dat is een pand van Rijkswaterstaat. En die hangt in een prototype database die we hebben laten bouwen door ICTU. Dat is een ICT-ontwikkelaar binnen de overheid. En de bedoeling van deze database is dat we met verschillende opdrachtnemers in het onderhoud en ook samen met gebruikers, met facilitaire dienstverleners in het Rijk, gaan oefenen met elkaar wat het betekent als je informatie onderling met omgevingspartijen
deelt. Waarbij je de geometrie eigenlijk als een soort verkeersregelaar ziet. Ik maak wel eens de vergelijking met een navigatiesysteem in je auto. Daar is ook geometrie de basis. En als je op een restaurant klikt, dan krijg je aanvullende informatie van het restaurant. En dat komt allemaal uit andere databases vandaan. Dus een soort koppeling van verschillende databases over de geometrie. Dat is hier ook de bedoeling van. Dat doen we met verschillende onderhoudspartijen. Dat is onderdeel geworden van hun ENK-contract. Nou, elektriciteit en klimaatinstallaties. En wat jullie hier zien, is als jullie goed kijken, dan zien jullie brandblussers en brandhaspels hangen in het gebouw. Wat hebben wij gedaan? We hebben al gestructureerde eenvoudige bouwkundige plattegronden. Die kunnen we automatisch in deze database optrekken naar zo'n eenvoudig 3D-model. En vanuit onze onderhoudsdatabase en onze visietekenwerk hebben we gelokaliseerd waarvan wij denken hoeveel brandblussers en brandhaspels we hebben en waar die in dat object hangen. En die zie je hier in gemodelleerd. Wat je ook ziet is dat je al wat links... Zien jullie nou mij wel, mijn pijltje? Kun je niet zien. Zien jullie al wat werkplekken gemodelleerd? En dat komt uit de database van de concern dienstverlener in het Rijk. Ja, dankjewel. Mag ik het volgende plaatje? Ja. Waar we al snel achterkwamen, toen we met deze database en al die omgevingspartijen aan het oefenen waren, dat je een onderhoudsmonteur en een facilitair medewerker in het Rijk en een objectmanager bij het RVB niet met Revit moet laten werken. Daar komen ze gewoon helemaal niet uit. Dus we hebben samen met de omgevingspartijen in co-creatie een behoeftestelling opgesteld waarbij we de interface hebben aangepast. En dat is eigenlijk wat jullie nu zien. Dan zien jullie links gewoon een plattegrond. Daaronder zit natuurlijk 3D-technologie. Maar gevisualiseerd gewoon als een eenvoudige plattegrond. Je kunt in het midden kun je scrollen van verdieping. Je kan over de ruimtes heen gaan. En dan zien jullie dat Unica, dat is een van onze onderhoudsbedrijven, die meedoet in deze pilot. Uit zijn database gekoppeld heeft aan dat 3D-object wat we in dat model hebben hangen. Dus wat jullie aan de rechterkant zien, dat komt puur uit de database van Unica. Mag ik het volgende plaatje? Wat de facilitaire dienstverlener, en dit is dus Rijkswaterstaat gebouwen, hè? Dat is niet de infrakant, dat is de gebouwenkant, gedaan heeft. Die heeft zijn ruimtenummers en zijn functieomschrijving van de ruimtenummers gekoppeld aan dit model. En nu ontstaat er een hele bijzondere situatie dat we, want jullie begrijpen wel, dat vorige plaatje, er zaten nu natuurlijk allemaal verschillen in wat wij in onze systemen hadden over die brandblussers. En wat het onderhoudspartij in zijn systeem had staan. En dat hebben we met elkaar, samen met Unica, hebben we dat kloppend gemaakt. En de situatie die je nu ziet, is dat we de juiste brandblussen in de juiste ruimte hebben hangen, met het juiste ruimtenummer. Waarbij zowel voor Unica als voor ons een unieke situatie ontstaat, dat wij ook zo'n onderhoudspartij ook direct naar de juiste brandblussen kunnen sturen. Tegelijkertijd bieden we hier de basis voor onze gebruikers om daar hun werkplekken op te projecteren. Dus er ontstaat eigenlijk een soort win-win situatie vanuit ons als opdrachtgever, beheerder, de onderhoudspartij en de gebruiker, de facilitaire organisatie. Mag ik het volgende plaatje? Nou, wat we natuurlijk ons realiseren dat we naar hele andere, als we dit door gaan trekken voor een deel van onze portefeuille, dan is dit natuurlijk, dat betekent dat je eens heel goed moet gaan kijken naar de wijze waarop je je onderhoudscontracten vormgeeft. Dat moeten veel meer informatieleveringscontracten worden. Daar komt die hele ILS-ontwikkeling, komt daar hier naar voren. En we realiseren ons ook steeds meer dat wij ook afspraken moeten gaan maken met onze vastgoedgebruikers en FM-partners. Mag de laatste dia? Volgende dia, ja. Ja, en de laatste. Nou, dit zijn de objecten die nu meedoen in de versnellingsprojecten. Het is een versnellingsproject van het Rijksvastgoedbedrijf, maar het is ook een versnellingsproject van de DigiDeal Go
En ook van het BIM-loket. En ook van de BNU-opdrachtgevers. Dus wij delen dit soort informatie met iedereen. Dit zijn de 9 objecten binnen het Rijk. Je ziet er ook Woensdrecht. We gaan ook in de defensieportefeuille kijken of we dat op dezelfde manier kunnen doen. Je ziet daar alle contractanten en alle facilitaire deelnemers. Er zijn FMH gelanden, Rijkswaterstaat, Belastingdienst zijn groter. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Martinus Singel in Zutphen. Dat is een rechtbank. Nou, er zit 1 persoon. Het is heel gemêleerd, maar dat hebben we bewust opgezocht, omdat we met elkaar willen gaan oefenen wat hier nou de meest gezonde werkwijze is om dit te doen. Dat was mijn verhaal. Oké, dankjewel Hans. Dankjewel. Dan gaan Lex, ja. Dan neem jij het over met de BIM basis ILS. Ga je gang? Ja. Een klein stukje over wat is er vorig jaar gebeurd en wat gaan we komend jaar doen met de basis ILS. Voor degenen die niet weten waar je deze kan downloaden, het is op de website van de BIM-loket te vinden onder standaarden en richtlijnen. Het wordt beheerd door een beheerorganisatie waar verschillende groepen in zitten en commissies. Je hebt een beheercommissie, een expertcommissie, een toepassingscommissie en een klankbordgroep. Die bestaat uit deze mensen. Ik zit zelf als voorzitter van de expertcommissie aan tafel. En Beeldigmarkt Benelux en het BIM-loket die participeren ook in dit geheel als zijnde soort support en beheer. En natuurlijk de gebruikers. We hebben meer dan 400 bedrijven die als gebruikers staan geregistreerd op de website. En hier zie je een verdeling van wat voor soort bedrijven zijn dat nou. Want het wordt vaak als een aannemers wel eens club bestempeld. Maar je ziet hier dat er meer architectuurbedrijven zijn. Het zijn 32% architectuur en bouwkunde. Dit is een beetje hoe deze community werkt. We hebben ook inmiddels 15 talen. Vorig jaar nog een paar aan toegevoegd. Uiteindelijk hebben we ook... Ik moet mijn scherm even wachten. De handleidingen van verschillende software modelleer applicaties hebben een handleiding. Hoe maak je nou zo'n model volgens die structuur? En wat we vorig jaar gedaan hebben, is voornamelijk gewerkt aan een update van versie 1 naar versie 2. Dat hebben we gedaan met al die commissies en al die gebruikers die hebben input geleverd. Van die 400 organisaties hebben we van 200 organisaties input gekregen. Die hebben we verwerkt in de beheercommissie, besproken met de klankbordcommissie. En dat weer met de beheercommissie een plan gemaakt. En zo hebben we dat met elkaar geüpdate. En zo hebben we ook de communicatie daaromheen geüpdate. We hebben een website verder uitgewerkt. Waarbij je zowel op je internetbrowser als op je telefoon kun je al die tegels nu apart aanklikken. En als je op zo'n tegel klikt, dan is daar een stukje toelichting die we met de hele beheerclub... Ik zie dat mijn scherm gaat nu verder volgens mij. Ja. De toelichting geschreven over bijvoorbeeld installatie technische systemen. Wat zijn dat? En daar hebben we dan een stukje toelichting op geschreven. Dus dat is wat we vorig jaar gedaan hebben. Toen waren we wel eind oktober een beetje door onze beschikbare vrijwilligersbudget heen. En toen hebben we even een maandje pauze genomen. En we dachten, oké, wat gaan we volgend jaar doen? En ook even bekeken van hoe kunnen we dat organiseren. En daar hebben we op nationaal niveau hebben we eigenlijk de planning voor komend jaar om een gebruikersevenement nog te organiseren. Dat willen we eigenlijk elk jaar doen. Voor mij heb ik het vorig jaar uiteindelijk niet gedaan. We gaan wat meer promotie en toelichting per tegels publiceren. En we beginnen met ruimte, constructie, installatietechniek en brandveiligheid. De handleidingen worden dit jaar omgezet naar versie 2. En we gaan nog een paar case video's maken. Met betrekking tot hoe het in de praktijk wordt toegepast door enkele bedrijven. En het is ook als input. We hebben een soort, daar gaat Paul Bos als goed straks het over vertellen. Over het Professional Certification Programma. Daar is ook de BIM Basisles als een basis of basiskennis toegevoegd.
Dus als je die opleiding gaat doen, dan moet je een bepaalde basiskennis over de basisleers hebben. En daar hebben we ook aan gewerkt om dat aan te leveren. En op internationaal gebied hadden we ook al die talen, 15 talen. En daar willen we met die gebruikers ook een klein evenementje organiseren. Om vervolgens ook de vertalingen te updaten naar versie 2. Inmiddels heb ik ook weer een nieuw contact gelegd met iemand die de Arabische versie graag zou willen hebben. Dan gaan we ook vaak kijken hoe kunnen we dat organiseren. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Ik vond het wel geinig om dat hier in het Arabisch op te plakken. Ik ben ook benieuwd hoeveel landen je dan daarmee dekt. Is Arabisch één dialect of zijn dat ook weer dialecten? Ik had een vraag van degene die de nieuwe ISO 29481. Ik ken hem nog niet, maar dat is een ISO om IDM's te configureren. En die voorzitter daarvan die vroeg, mogen we de basis-ILS als voorbeeld gebruiken in die norm? Nou, ik heb wat dingen aangeleverd en hij is daar nu naar aan het kijken. Misschien wel leuk als dat zou gebeuren. En hopelijk, en daar is Cyril mee bezig, wordt het ook een van de eerste machine-readable IDS'en. Dus dat is eigenlijk wat er komend jaar misschien gaat gebeuren. Dus ik hoop dat we volgend jaar daarover kunnen berichten dat het ook allemaal gebeurd is. Oké. Dat was de update BIM Basisles versie 2. Is Paulus inmiddels online? Ik ben op mijn telefoon in de auto online. Maar kun je mij nog even doorschuiven? Over 5 minuten dan... Dan zit ik er echt klaar voor. Dan slaan we jou even over, komen we straks weer even op terug. Helemaal goed. Jo. Even kijken wie daarna kwam. Ik wil niet de ILS-configurator Niels Groot. Yes. Niels, ik zou jou even remote control geven. Kijk jij even of dat werkt. Even kijken. Ik zie geen paaltje. Oh. Ja. Ja, alright, yes. Mijn verhaal begint eigenlijk eventjes anderhalf jaar geleden. Dat is namelijk het moment, september 2019, dat we met een grote groep bouwprofessionals de ILS Ontwerp en Engineering hebben gelanceerd. En daarmee ook een nieuwe impuls aan de markt hebben gegeven en een soort handreiking om meer afspraken te maken over het structureren van informatie in modellen. Wat ook mooi is om te zeggen is dat inmiddels anderhalf jaar later deze ILS ook in het beheer van het BIM-loket is gekomen. En dat er op dit moment hard wordt gewerkt aan het opzetten van een beheerorganisatie. Zodat ook de verdere ontwikkelingen en wensen en eventuele opmerkingen ook meer handen en voeten gegeven kunnen worden. Hoewel we ook trots waren op het moment dat het gelanceerd waren, hebben we ook het traject destijds geëindigd met een kritische noot. En dat was toch ook wel dat het komen tot een projectspecifieke ILS met ILS ontwerp en engineering toch nog best wel een opgave was. Het is best wel een bewerkelijk geheel. En we hadden eigenlijk het idee, als we daar niet mee aan de slag gaan, dan kan dat de adoptie nog wel eens in de weg gaan zitten. En zo is eigenlijk het idee destijds geboren voor een ILS-configurator die daar op in gaat spelen door het super eenvoudig te maken om een projectspecifieke ILS te maken. En waarom is die dan ook nodig? Nou ja, eigenlijk, het is mooi om te horen, ook vandaag zie je dat weer, dat er natuurlijk veel meer ILS'en ontwikkeld worden en ook al waren. Maar dat we eigenlijk de conclusie wel konden trekken dat wij niet de enige waren die met het probleem zaten. Ik heb een mooie ILS, maar hoe krijg ik die nou aan de man en hoe zorg ik er nou voor dat iedereen er ook mee aan de slag gaat? En je zag gewoon dat de huidige ILS-richtlijnen niet echt simpel waren om projectspecifiek te maken. En dat het gewoon veel tijd kost om op te stellen. Nou, daarnaast, als jij voor een geheel project, misschien van ontwerp tot beheer of de hele cyclus rond ILS'en wil gaan gebruiken, zou je er ook achter komen dat er behoorlijk wat overlap zit in die ILS'en. Waardoor je eigenlijk elk project dat allemaal weer opnieuw moet gaan uitvinden. En daar gaat een hele hoop tijd in verloren en er worden ook fouten in gemaakt. En daarnaast hebben eigenlijk alle ILS-initiatieven een eigen format en een eigen stijl waarin ze hun projectafspraken dan ook visualiseren. En wat het eigenlijk nog veel lastiger maakt om dan als jou als opdrachtgever aan je opdrachtnemer uit te leggen, wat wil je nou precies hebben?
Met als gevolg dan ook dat ja, eigenlijk de opdrachtgevers niet overgedragen krijgen wat ze willen overgedragen krijgen. En de opdrachtnemer je het eigenlijk niet kwalijk kan nemen, omdat hij eigenlijk niet heel goed begrijpt of kan snappen wat er nou precies van hem wordt verwacht. En bij de opdrachtgever verstaan wij de informatievragende partij en de opdrachtnemer de informatieleverende partij. En daarbij wel beseffende dat een opdrachtgever, in de zin van misschien een vastgoedpartij, een opdrachtgever kan zijn, maar een opdrachtnemer, als in de zin van een aannemer, natuurlijk uiteindelijk ook een opdrachtgever kan zijn, omdat hij daar zijn behoeften weer doorlegt naar bijvoorbeeld onderaannemers. Dus zo kan je ook wel begrijpen dat in dat spin van overdrachtsmomenten, in dat web van overdrachtsmomenten, best wel wat missers gemaakt kunnen worden. Nou, dat is dan ook precies waar de ILS-configurator op in wil gaan spelen. Eigenlijk aan de voorkant bij ieder project waar je je eisen en je wensen en je scope gaat bepalen, bestaande richtlijnen van toepassing gaat verklaren, dat we die verzamelen in de ILS-configurator en eigenlijk deze tool jou als opdrachtgever gaat helpen om één uniform overzicht te creëren met een projectspecifieke ILS die aan jouw behoeften voldoet en dat ook de opdrachtgever natuurlijk gewoon meteen begrijpt wat er van hem verwacht wordt. Wat hebben we dan het afgelopen anderhalf jaar gedaan sinds die tijd? We hebben natuurlijk niet stilgezeten. Het begon allereerst met het schrijven van een projectplan en deze hebben we ingediend als versnellingsproject bij de DigiDeal. En vanuit daar zijn we eigenlijk het afgelopen jaar gaan beginnen met een gedegen voorbereiding. Want de tool die is er nog niet. Omdat wij eigenlijk eerst maar eens goed moesten gaan definiëren, vonden wij wat is nou eigenlijk onze scope? Hoe groot is dit geheel nu? Zeker op het moment dat je vertrekt vanuit een ILS ontwerp en engineering, maar eigenlijk al vrij snel in beeld kreeg dat er meerdere initiatieven zijn die hiermee worstelen. Is dan ILS-configurator dan niet iets wat voor het bredere geheel, voor meerdere ILS'en een toepassing kan zijn? Dus eigenlijk hebben we het afgelopen jaar met een selecte groep aan professionals uit de bouw hard gewerkt aan de voorbereidingen om uiteindelijk aan de slag te gaan met die MVP, waar ik zo op kom. En hebben we eigenlijk het gehele project in een aantal werkpakketten opgedeeld, waarbij we werkpakket A1 nu wel hebben afgerond en nu eigenlijk zijn gestart met werkpakket A2. En ligt de focus met name op dit moment op het verkrijgen van financiering en eigenlijk de eerste voorbereidingen ook om straks werkpakket B, uiteindelijk de echte sessies, te kunnen gaan doen waar we gaan werken aan de tool. En dat willen wij gaan doen met behulp van een Scrum aanpak. En daar hebben we ook begeleiding in. We hebben daar ook een team voor opgesteld. Maar zijn we nu op dit moment dus met name bezig om te kijken van oké, wie hebben we daar nou eigenlijk allemaal voor nodig? Even los van de financiering, wat natuurlijk belangrijk is. Maar wie hebben we nou straks, met wie moeten we nou straks aan de slag? En we hebben uiteindelijk een product owner zometeen aangesteld die vanuit de visie user stories gaat definiëren, een product backlog gaat maken, eigenlijk ter voorbereiding op die echte sprint sessies die we gaan houden, om uiteindelijk die content te gaan leveren die weer gereviewd kan worden. Maar daarnaast hebben we het afgelopen jaar in de voorbereiding natuurlijk ook wel even een programma van eisen gemaakt voor die MVP. We hebben gezamenlijk gekeken naar wat zijn nou de minimale functionaliteiten die in die MVP moeten zitten. En wat is eventueel iets, wat zijn functionaliteiten die in een soort doorgroeimodel meegenomen kunnen worden? Dus dat we ook een blik naar morgen kunnen bieden. En daarnaast hebben we ook dat geheel even getoetst aan de marktconsultatie. Dat zijn we nu eigenlijk aan het afronden. Waar eigenlijk meerdere partijen die dergelijke middelen hebben om tools te bouwen, om eens gewoon eens te vragen of joh, dit is ons idee. Is er al zoiets? We hebben natuurlijk ook marktonderzoek gedaan. Als het er al is, waarom is het dan nog niet beschikbaar? Waar komt dat door? Hebben jullie misschien al deelonderdelen van die tool waarvan je denkt, daar kunnen we op voortborduren? Om te kijken of we op die manier natuurlijk ook zo efficiënt mogelijk die tool kunnen gaan bouwen. Dat doen we ook allemaal eigenlijk onder de vlag van het BIM-loket, dus waar ook uiteindelijk de tool geplaatst zal worden. En hier willen we heel erg graag mee aan de slag. En naast wat ik al zei, het verkrijgen van financiering en gezamenlijk kijken hoe we daar naartoe kunnen werken, zijn we dus ook aan het kijken van wie hebben wij bijvoorbeeld nodig in onze review teams.
En dat is dan ook even de oproep die ik van de waar ik vandaag mee afsluit. Dat is namelijk... Kun jij hem verder doen, Lex? Kijk wel of hij niet... daar gaat hij. Want daar hebben we eigenlijk jullie bij nodig. We zoeken enthousiastelingen die hier graag een bijdrage aan willen leveren. En denken van, nou ja, ik denk dat ik hier mij ook wel in kan vinden. En misschien wel mijn meerwaarde kan bieden in een review team. Vroom niet om je te melden. We willen daar graag mee aan de slag. En dan kunnen we gezamenlijk gaan kijken hoe dat verdere invulling kan krijgen. En ben je overigens verder nog nieuwsgierig over wat er allemaal nog meer bij komt kijken en wat we allemaal nog meer qua content hebben. Bezoek dan eventjes het BIM-loket. We hebben daar een eigen webpagina waar eigenlijk alle content te vinden is die we op dit moment hebben. En waar ook contactgegevens staan om ons te benaderen. Top, dankjewel Niels. Ja, dankjewel Niels. Prima verhaal. Goed project. We gaan er met z'n allen voor. Even kijken, kunnen we nu terug naar Paulus? Paulus, ben je inmiddels op je post? Ja, bijna. Ik ben aan het inloggen. Oké, zullen we nog eventjes de volgende doen dan? Ja, zeker. Ja. ILS omgevingsvergunning, mooi verhaal. Ja, ja, prima. Nou, dan Lex en Alex, wie van jullie neemt het? Ik zal dit even gaan vertellen. En Lex zal bijvallen als hij denkt dat het nodig is. Is de afspraak die we gemaakt hebben. Even kijken. Heb je mij de rechter gegeven, Lex? Ja, jij bent controller nu. Bijna dan. Ja, Pizza Labs. Kinderen roepen dat ze wat zachter moeten doen. Ja, ik krijg... Oké, kijk. Even kijken. Na natuurlijk alle voorgaande mooie initiatieven over de ILS, afspraken maken over modellen opbouwen, is het natuurlijk ook belangrijk dat wij de omgevingsvergunning gestructureerd gaan aan inleveren bij de gemeentes en gaan opzetten als wij met informatiemodellen willen gaan weten. Vandaar zijn wij bezig geweest met initiatief met een groep partijen om daar met gemeentes te overleggen of we dat ook nut en noodzaak hebben vanuit BIM-loket. Even spieken, want ik merk toch dat hij een beetje twijfelt tussen mijn voortgang. Kijk, daarvoor hebben we een paar gemeentes bij elkaar gekregen. De grote gemeente Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. We hebben ook nog een keer een ingenieursbureau natuurlijk gelukkig erbij gekregen. En GeoBIM-experts, waar natuurlijk een hele grote belangrijke schakel tussen komt. Tussen wat BIM en GIS met omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen zijn we nu vandaag gewend vanuit... GIS, GEO, BAG, BGT, bestemmingsplannen staan allemaal in GIS-omgevingen. Hoe kunnen we dat nu ook gestructureerd vanuit BIM gaan doen? Ik pak weer even niet de volgende. Ja, zo haapt hij bij. Zal ik eens de volgende doen? Ja, graag. Wat wij eigenlijk met deze werkgroep willen gaan proberen, hebben wij even gekeken, wat is er eigenlijk allemaal al? Er zijn al heel veel initiatieven die lopen bij de grootgemeenten zeker, maar we merken dat dat nog niet landelijk gebeurt. Dus wij hebben even gekeken, hoe kunnen we deze nou gaan verbinden met elkaar en wat is nou gelijk aan elkaar? Doe de volgende maar. Wat wij hier eigenlijk mee willen bereiken is dat wij proberen meer samenwerking te krijgen tussen de gemeentes, de VNG en de ingenieursbureaus en architectenbureaus. Om de informatie voor de omgevingsvergunning op basis van open standaard te willen gaan uitwisselen. Wat we hier ook heel duidelijk zien vanuit het plaats, is dat we ook hier echt de stappen willen volgen van de ILS 2.0, van de ILS configurator, om daar gewoon goed op aan te blijven sluiten. Dus dat we niet iets nieuws bedenken, maar aansluiten aan de reeds geaccepteerde standaarden. De volgende graag. Heel belangrijk is daar natuurlijk ook weer het uniformeren van het bestandformaat. Dat is niet nieuw, maar hoe kunnen we dat nou ook uniformeren dat het voor de omgevingsvergunning en DSO gaat helpen bij de informatieuitwisseling met elkaar. Een belangrijk proces, kijk, we hebben natuurlijk afgesproken in de basis-ILS al dat we afspreken wat het coördinatiepunt is, het nulpunt is voor je modellen. Maar hoe kunnen we dat nou ook op landelijke schaal gaan doen met georeferentie van je modellen toepassen als jij een project begint waar je een omgevingsvergunning gaat indienen. Hoe kunnen we daar nou een gemeenschappelijk gedragen standaard voor ontwikkelen? De gemeente Rotterdam heeft al een tool op zijn website dat je kaarten kan downloaden. De gemeente Amsterdam is ermee bezig. Rotterdam biedt zelfs al een 3D-omgeving aan. Maar hoe kunnen we dat nou uniformeren met elkaar en zorgen dat iedereen op die eenduidige wijze de kaarten kan gaan aanbieden? Volgende vraag.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog een keertje minimale eisen aan jouw omgevingsvergunningen. Hè. Dat gaat natuurlijk langzaam over, wordt dat weerlegd van de gemeentetoets naar de kwaliteitsborging, wet kwaliteitsborging, dus dat het meer bij de leverende partij komt te liggen. Maar wat moeten we dan met elkaar afspreken? Wat moet daar dan minimaal in zitten? Wat is de minimale eis? En hoe kunnen we daar, voor de kleinere architectenbureaus, een tool voor aanbieden om een snelle quick scan te doen, jouw model voldoet aan de minimale kwaliteitsborgingsvereisten? Daar is een heel mooi platform van Future Insight al ontwikkeld in de Europese subsidievoorstrekking in Estonia. Dat loopt nu en wordt uitgebreid, maar het is wel iets waar wij met een schuin oog naar kijken. Kunnen we dat ook niet in Nederland zo een tool gaan opzetten? Graag de volgende. En daar willen we eigenlijk dit jaar weer vol mee aan de bak. Vorig jaar is het een beetje vertraagd door omstandigheden. Maar we willen zeggen, dit jaar moeten we eigenlijk een plan opstellen, projectplan indienen bij DigiGo. Het eerste kwartaal willen we daarmee bezig zijn. Werksessies gaan plannen met de deelnemende partijen tot nu. Daar gewoon starten over wat moeten we afspreken, welke afspraken kunnen we maken, hoe kunnen we aansluiten bij de ILS-configurator en zorgen dat dat uniform blijft gebeuren. Ook kijken naar de internationale ontwikkeling bij Building Smart International. Daar wordt over fire safety worden BSC-modellen ontwikkeld. Ook voor permits worden er modellen ontwikkeld met fire. Information Delivery Managers, worden daar best veel dingen ontwikkeld die gewoon ook voor Nederland toepasbaar zijn. Daarnaast natuurlijk ook nog kijken, hoe zouden we nou zo'n online tool, wat hebben we daarvoor nodig? Welke functionaliteiten moet zo'n tool bieden voor de Nederlandse DigiGo-markt, hè, digitalisering? Dat zijn allemaal dingen die we dit jaar willen onderzoeken en daar aan het eind van het jaar eigenlijk ook mee willen afsluiten. Dat we in ieder geval een checking platform kunnen gaan ontwikkelen, dat we de programma van eisen daarvoor hebben om een uitvraag te doen met wie we dat kunnen gaan werken op een grotere schaal. Volgende slide. Daar was ik alweer doorheen volgens mij. Ja. Voor vragen, stuur een mailtje naar BIM-loket. Als je daar nog meer achtergrondinformatie wil, mee wilt denken erover, over deze ontwikkeling, laat het ons weten. We sluiten je aan. Dan wou ik het bij laten. Ja, je ziet dat. Dankjewel, Alex. Alex. Je ziet dat we heel veel gerelateerde ontwikkelingen hebben. En het is eigenlijk komt het op mij over, dus wat de verhalen die we tot nu toe gehoord hebben, van nou, we zijn met één groot ILS-project bezig, met verschillende aspecten ervan, maar het hangt allemaal samen en we willen daar eigenlijk één samenhangende systematiek voor maken, voor verschillende doeleinden, voor verschillende doelgroepen. Inmiddels Paulus, welkom. Je hebt je moeten haasten om aan te kunnen sluiten. Nou, we geven je graag het woord over de BIM-basis infra. Ja, dankjewel. Ik kwam mezelf een beetje dubbel, maar was ik er nog in? Dat komt omdat ik op de telefoon ook nog ingelogd ben. Momentje. Ja, dat gaat goed. Oké, Paulus Eckert, ik ben beoogd voorzitter van Commissie. We zijn er druk mee bezig, kom ik zo wel even op terug. Maar een van de initiatiefnemers, mogelijk hebben jullie het gevolgd afgelopen jaar. Ik heb natuurlijk in het verleden Jeffrey een paar keer horen spreken op congressen. En bij mij triggerde dat altijd dat ik denk, waarom hebben we dit niet in de infra? En toen zijn we met een aantal mensen die ik kende vanuit het netwerk van Bouwend Nederland, van de grote bouwbedrijven en de ingenieursbureaus die ze hebben op infragebied, bij elkaar gekomen en hebben daar een BIM-basis infra van gemaakt. Als een soort van infra-ILS. We hebben bewust het woord ILS niet gebruikt, omdat ILS een term is die veelal door Rijkswaterstaat en provincies ook gebruikt wordt in een iets andere context. Dus dat kan soms voor wat spraakverwarring zorgen. Dus BIM-basis infra. Ik zit even te kijken naar het pijltje. Even kijken hoe dat dan, your controlling. Rechts onderin, of niet? Ja, dat gaat. Oké. De BIM-basis infra is dan eigenlijk de BIM-basis ILS voor de infrastructuur. Beter goed gejat dan zelf bedacht. Hè? Want we hadden natuurlijk heel erg geluk dat de BIM-basis ILS al menig pad voor ons geplaveid had. Wil niet zeggen dat we er niet binnen een maand uit waren, maar om dit op te stellen. Maar we hebben uiteindelijk iets gemaakt wat in dezelfde stijl is als de BIM-basis 1.0. Het is geen nieuwe standaard, wel dezelfde taal. Het gaat over uitwisselen van informatie en het uitbannen van verspillende taken. Ook beschikbaar op het BIM-loket onder broedplaats, omdat we nog niet formeel geadopteerd zijn. Nou, wel in de broedplaats ben je al enigszins geadopteerd, maar als meer
als volwassene geadopteerd te worden of als kind geadopteerd te worden, moeten we nog even een stapje zetten. Maar daar zijn we druk mee bezig. We zijn bezig dus nu op dit moment om die organisatie te updaten. We zijn ook, nogmaals, we kijken goed naar de BIM-basis ILS. We zijn eigenlijk dat model aan het kopiëren. Toepassingscommissie zijn we nog even aan het kijken. Maar we zijn nu met een beheer, expertcommissie en klankbordgroep bezig. Voorzitters zijn geïnstalleerd. Vrijdag hebben we onze eerste wat formele beheersvergadering met de voorzitter van de expertcommissie en die van de klankbordgroep. Daarin hebben we ook de collega's van de BIM-basis ILS uitgenodigd om ons te vertellen hoe zij zijn opgestart en welke valkuilen we niet in moeten trappen, zodat we gewoon fullspeed door kunnen. Dus er zit een sterke band met de BIM-basis ILS, maar ook wat de ILS-ONE en de ILS-configurator, dat volgen wij natuurlijk met interesse. Dus we hopen dat we versneld aan te kunnen deelnemen met de achterban die wij hebben, waar ook gewoon veel kennis zit op het gebied van modelleren en het uitwisselen van informatie. Januari 2021, we hebben 73 partners, inmiddels wat meer. Gisteren heeft ook het havenbedrijf Rotterdam, Port of Rotterdam, zich aangesloten. Even als je kijkt naar de infrabranche in algemene zin, zijn natuurlijk Rijkswaterstaat, de havenbedrijven, de provincies, de gemeenten en de waterschappen zijn de grotere opdrachtgevers. Dus er kan een ambitie zijn om te kijken of we heel opdrachtgevend Nederland hier toch onder kunnen scharen. Dus daar zet ik via Bouw het Nederland en via mijn netwerk, probeer ik daar natuurlijk wel echt spread word te doen en ze te proberen te enthousiasmeren. Gemeente Rotterdam is nu ook enthousiast. Dat gaat de goede kant op dat we zulke grote opdrachtgevers, asset managers ook als partner kunnen doen. Er is contact via de OTL-projectgroep COW met de provincies dus. Jan-Pieter Elands, dus daar heb ik een keer gesproken. Leveranciers zijn toch nog vrij weinig aangesloten. Daar zit gedeeltelijk een verklaring in dat in de infra veel hoofdaannemers ook zelf hun productie nog doen. Hè? Dus een eigen asfaltbedrijf of een eigen betonwerkclub. Dus je ziet daar wel dat er in de grote aannemerij veel partijen zelf doen. Maar goed, ook onderaannemers en leveranciers willen we graag nog meer daarbij zien. Van het Bouwen Nederland is wel gevraagd om binnenkort het verhaal een keer te doen naar Inframid. Dat zijn een beetje de grotere MKB-bedrijven op het gebied van infra. Maar de leveranciers, en dan kun je het ook gewoon hebben over een Heidsma, zelfs nog een Ballast Nederland onderdeel, voor prefabliggers. Dat zou toch heel erg fijn zijn als die ook meegaan. Maar dat hangt er een beetje vanaf of ze ook überhaupt 3D-minded zijn. Ja, grote aannemers vertegenwoordigd. De ingenieursbureaus zijn goed vertegenwoordigd. We missen nog een aantal wat grotere spelers, maar er zitten ook een aantal grotere spelers bij. We missen bijvoorbeeld Royal Haskoning, DAV en Arcadis. Maar goed, daar zijn ook contacten. Vier HBO's zijn inmiddels aangesloten. Dat is ook een belangrijke voor ons en ook voor de BIM-basis ILS natuurlijk, denk ik. Maar als we kunnen zorgen dat de opleidingsinstituten aangesloten zijn, de regulieren noem ik het even, dan gaan we in ieder geval de mensen die nu instromen in de arbeidsmarkt al op deze manier starten met hun werkzaamheden. En daarin vind ik de ROC's ook wel interessant. Die hebben vaak ook een infragerelateerde opleiding. Het zijn er niet heel veel, maar het zou mooi zijn als die ook zich gaan aansluiten. Dus olievlekken eigenlijk blijven verspreiden. Dat is waar we mee bezig zijn. Kijken we even naar het pijltje. Momentje. Ik krijg hem even niet naar de volgende Lex. Of kan iemand mij even helpen? Want mijn... Hij heeft deze al niet gehad, met die kaartje van Spanje erin. En een Spaanse vertaling. Ja, deze is er goed. Ja, in 2020 was het jaar van de lancering. In mei gelanceerd. Veel gebruik gemaakt van LinkedIn en Bouwend Nederland voor communicatie. En ook het BIM-loket natuurlijk niet te vergeten. We hebben wat schoonheidsfoutjes weggepoetst. Er zaten twee kleine schoonheidsfoutjes in die we niet gezien hadden. Dus we hebben de 1.0, ja, dat is niet helemaal zoals het hoort natuurlijk, maar we hebben toch getracht de 1.0-versie even te moeten updaten. We zijn bezig met missionariswerk op congressen, symposia, laatst nog de infratech. We merken dat helpt. We zien vaak na zo'n sessie dat er wel weer partijen interesse gaan tonen, aansluiten. We hebben helaas verloren van het BIM-uitvoeringsplan 2.0. Hè, dat hele utiliteitsbouwblok wat daar op dat BIM-congres was. Nee, maar goed, we zijn natuurlijk hartstikke trots dat we onderdeel waren van de DigiDare Award. We hebben Spaanse vertaling
ging vrij vlot. Dus daar zie je wel parallellen met de BIM-basis ILS. Het leuke daarin is dat je, ja, omdat we het over infra hebben en infra heel erg landscoördinaten georiënteerd is, dat je ook een plaatje van Spanje hier krijgt. Je mist Portugal, maar zelfs de Canarische eilanden zitten erop. Dus als je je daar op vakantie bevindt, hoef je je niet meer druk te maken. Want ook daar wordt de BIM-basis-infra-filosofie gehanteerd. De BIM-artikel-infra. En toevallig vanochtend kreeg ik een mailtje van Marco Verscheur dat de Germans geïnteresseerd zijn. Dus daar gaan we ook contact mee zoeken. Dus je ziet hier wel wat parallellen. Dat we internationaal, in ieder geval in onze samenwerkingsmentaliteit, niet achterlopen. En in 2021, wat gaan we doen? We gaan die professionele beheerorganisatie, niet helemaal goed geschreven zie ik, doorzetten. Met een formele adoptie door het BIM-loket. We hebben al aansluiting gezocht met Building Smart in zaken de IFC-infra. Hè? Wordt dat onze nieuwe uitwisselformaat? Die hebben wij nog niet in de infra. Er is eigenlijk natuurlijk, we kunnen met IFC werken, maar ja, lijninfra is net even wat anders dan objectgeoriënteerde zaken. Met lijninfra zitten natuurlijk wel objecten, maar gewoon de weg, de rail, de vaarwegen, dat werkt net wat anders. Dus we zijn aan het kijken om een event te organiseren met Building Smart om meer bekendheid te geven aan de huidige stand van zaken van de IFC-infra. We zoeken ook aansluiting met de andere open BIM-standaarden van de BIM-loket, zoals coins. En we kijken met grote mate van interesse naar klassificatie. Gisteren toevallig ook kennis gemaakt met de productmanager van de Coins Club. Wij krijgen veel feedback van gebruikers op dit moment. Dat ze zeggen van, hey, waarom zijn we nog niet met IFC bezig? Nou, die standaard, daar zijn we in Nederland nog niet gedragen voor. Spanje heeft dat inmiddels wel gedaan. Die gaat een IFC add-on maken. En dat volgen we ook met grote interesse. Die zijn daar iets meer centraal. Proberen ze dat van Building Smart op te leggen. In Nederland werkt dat iets anders. En we hebben veel opmerkingen gekregen dat mensen vragen van, ja, maar hoe klassificeren we nou? Wij hebben verwezen naar de klassificatiestandaarden van de ETIM en de NLCS en NOSFB van het BIM-loket. Maar daar moeten we wel in overleg mee gaan om te kijken hoe zich dat ook verder ontwikkelt. Kijken naar kruisbestuiving van een BIM-uitvoeringsplan 2.0, dat maken we ook binnen de infra. En ook naar die ILS-ONE, dus daar moeten we elkaar meer gaan opzoeken. Nou, ik denk dat die professionele beheerorganisatie ook mensen gaat opleveren die hun contacten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een voorzitter van de expertcommissie van de BIM-basis-infra met Lex contact onderhoudt over wat de ontwikkelingen die gaande zijn. Er zitten gewoon heel veel parallellen in. En sterker nog, ik denk dat menig gebouw ook nog een buitenruimte heeft. Dat is misschien infra gerelateerd, hoe je dat ook maar wil noemen. En vraagtekens is wat op ons pad komt. Nou, ik hoop dat ik maanden 8 minuutjes max gehouden heb. We vinden het hier hartstikke leuk. Het is heel leuk om zoiets te lanceren en zoveel ook positieve reacties te krijgen. Dus die energie houden we vast. Nou, en aan jouw enthousiasme en drive zal het niet liggen, Paulus. Dat, hartelijk dank hiervoor. Dan gaan we naar... eventjes weer terugscrollen naar waar we gebleven waren. Ja, dan mag ik nog even wat... Ja, ga je gang, Lex. Nou, Dick zei het al, heel veel dingen gaat over iets van een ILS. Ooit hebben we, in ieder geval Dick en ik samen, een onderzoek gedaan naar ILS'en. Vorig jaar al afgerond, het jaar daarvoor bedoel ik. Aan de hand daarvan is een publicatie gekomen op de website die hier te vinden is, onder digitale samenwerking en dan een project. Er is een rapportje geschreven met een aantal bijlagen om inzicht te geven en te krijgen in de ILS'en die we inmiddels in Nederland hebben. Inmiddels zijn ze alweer uitgebouwd. Daar hebben we een sessie voor georganiseerd met de eigenaren daarvan. Dat hebben we in juni gedaan, juni 2020. Toen zijn we met de ILS-eigenaren die in het onderzoek zijn meegenomen, hebben we samengekomen. En hebben we gekeken en besproken hoe we daar mee verder konden gaan. En als voorbeeld hebben we eigenlijk de processchema's uit de ISO 19650 erbij gepakt. En hier is de linkerpagina is een pagina uit een
UK guidance over de ISO. En daar hebben we gekeken naar welke ILS zit nou waar in het proces. Dus welke is nou een ILS voor bijvoorbeeld een opdrachtgever? En welke ILS is nou voor een onderaannemer? En hoe is het tussen elkaar? En zo hebben we dat geprobeerd te plotten met elkaar. En we hebben ook een poll gedaan. Dus eigenlijk hebben we aan de ILS-eigenaar wat vragen gesteld. Om te kijken van ja, wat vinden we eigenlijk met z'n allen? En bijvoorbeeld de derde vraag was... het moet meer op elkaar afgestemd worden. Het moet nog net iets meer op elkaar afgestemd worden. En daar was eigenlijk iedereen het mee eens uit die groep. De volgende vraag, daar willen we gemeenschappelijke definities voor gebruiken. Daar was eigenlijk ook iedereen het wel over eens. Niet iedereen was het eens over dat we daar de ISO 9650 voor gebruikt moesten hebben. Maar goed, wel 88%. Later hebben we er ook over gediscussieerd. Dus nou, ze hebben een soort van gekozen toch wel om die richting op te gaan. Om die termen en definities uit de ISO 9650 verder te gaan hanteren. En we hebben ook gevraagd aan de groep, wat zou de rol van de BIM-loket volgens jullie daarin moeten zijn? En bij vraag 6 zeiden we van ja, moet dat wat meer gefaciliteerd worden door het BIM-loket? En daar waren veel mensen het over eens. Het beheer van het eindproduct eventueel ook, zeggen veel mensen. Ja, dat zou eigenlijk misschien daaruit georganiseerd moeten worden. En even naast het technisch zo'n product maken, moet ook de implementatie natuurlijk verder opgezet worden. En dat was eigenlijk ook een grote gemene deel, wat iedereen zei, ja, we hebben allemaal wel eens ILS, daar zal het waarschijnlijk niet aan liggen. Wij hebben meer moeite om het goed te implementeren in onze projecten, in onze organisatie, dat het ILS iets is en dat daarop gestuurd moet worden over informatielevering. En dat vond ik eigenlijk wel het mooiste uit die sessie, dat we daar eigenlijk een soort van vaststelling deden van, het ligt niet zozeer aan de ILS, maar meer aan de implementatie en het gebruik en de cultuur van het gebruik van zo'n ILS. Als laatste vraag nog, wie willen er meedoen aan het vervolg? Dat waren eigenlijk de meeste mensen. En wat meer samenhang met de digitaal stelsel gebouwde omgeving. En DigiGo, zei iedereen, ja. Uiteindelijk zijn we toen daarna uit elkaar gegaan in juni, maar zijn we wel met heel veel andere en soortgelijke ILS-ontwikkelingen toch verder gegaan. Er is geen hele duidelijke agenda nog van, dit gaan we echt concreet doen. Maar we doen wel op heel veel fronten toch iets in deze richting. Dus ja, en dus wat 2021 ons precies gaat brengen, hebben we nog niet vastgesteld. Als ik goed zeg, Dick en Alex. Nou ja, we hebben natuurlijk al wel een aantal initiatieven voorbij zien komen die hier ook mee te maken hebben, die hier ook uit voortvloeien. Dus ja, er gebeurt op onderdelen wel het een en ander natuurlijk. Ja. Maar we zitten niet stil en het hangt natuurlijk ook een beetje af van welke vragen uit de markt komen en welke behoeften er zijn, welke use cases er zijn van wat we kunnen oppakken binnen onze mogelijkheden. Ja. Oké, bedankt. Dan, for something completely different, om maar zo te zeggen, met Monty Python te spreken. Jasper de Mink, aanwezig? Jazeker. Nou, dan geef ik jou heel graag het woord voor het model BIM uitvoeringsplan BUB 2.0. Yes. Nogmaals bedankt voor de basis infra, voor de introductie. Wij hadden wel gewonnen. Nee, ja, wrijf het er even in, Jasper. Wrijf het er even in. Sorry? Wrijf het er maar even in. Ja, nee, ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, het was een hartstikke mooi podium en daar ging het om. Wij zijn bezig geweest als BUB 2.0, BIM uitvoeringsplan 2.0. Met de focus op hoe kunnen wij nou kennis delen, die ervaringen delen met de BUB 1.0. We zijn een clubje enthousiaste jongens, toevallig allemaal geweest, die hetzelfde probleem een beetje hadden. Er zijn heel veel verschillende documenten waarin wij BIM-afspraken vastleggen, contracten, nationaal uitvoeringsplan, BIM-protocol. Verschillende ILS'en. En dan blijkt dat als je die bij elkaar omsomt,
dat het een enorme waslijst is. En het wordt zo'n waslijst dat we af en toe denken, zijn we nou dingen aan het eisen om het eisen? Want eigenlijk zijn er zoveel eisen gesteld, dat we niet meer weten waarom er geëist wordt en niemand kijkt er meer naar. Dus eigenlijk willen we nu vooral, hebben wij gedacht, hoe kunnen we dit veranderen? Kunnen we niet meer gaan kijken van, hey, welke toepassingen wil je gaan doen op een project? En vanuit die toepassing volgen er eisen. Ja, net zoals we hebben net ook al bij het Rijkswasgoedbedrijf toepassing gezien. Echt een concrete beheer- en onderhoudstoepassing. Waarvan ik zal zeker verwachten, zij hebben daar eisen uit. Dat is enerzijds een ILS-eis. Maar ook, en zo doe je dat. Een document of een toelichting, hoe doe je dat dan? Dus we zien binnen de BUB twee grote thema's komen. De enerzijds is gewoon een framework waarin de afspraken vastgelegd worden. Maar ook een hele sterke koppeling met een omgeving waar allerlei toepassingen uitgeschreven staan. En voorzien zijn van de BIM-eisen. En soms wordt zo'n BIM-uitvoeringsplan wel eens weer een handboek modelleren over handboek beheer en onderhoud. Dat willen we eigenlijk niet doen. We willen hier los eigenlijk alleen de eisen in vastleggen en kunnen verwijzen naar een omgeving waar al die handboeken wel staan. Plus een BIM-eisen. En die eisen neem je dan als het ware weer op in je BIM-uitvoeringsplan. En waarbij we zeker willen zorgen dat het vullen van die toepassingen een community ding wordt. Waarbij, ik zie nu al hier 96 deelnemers. Nou, stel dat de helft van deze deelnemers een keertje een A4'tje of misschien iets meer op kan schrijven van bij ons in de organisatie hebben we deze behoefte, deze toepassing. En laten we dat eens delen. Dan moeten we eens kijken hoeveel kennis we dan met z'n allen kunnen bundelen. Dus hier zijn eigenlijk twee lijnen in ontstaan. Eén team gaat zich focussen op die ontwikkeling van de BUB en de andere op de toepassingen. Er zijn al Er zijn al een aantal voorbeelden geweest. BIMloket zelf heeft al een toepassingskaart, maar die is bijvoorbeeld heel globaal. Building Smart heeft daar een omgeving voor. We gaan kijken hoe kunnen we die dingen bij elkaar brengen en wat wordt dan een platform om te delen. Hier bij de logootje staat ons team waarmee we vertrokken waren. Verschillende aannemers. Dus inderdaad, dat herkennen we ook. Het is een aannemersbolwerk. Maar we hebben juist de behoefte om dat te doorbreken en anderen uit te nodigen. Dat is gelukt. We moeten nog een beetje de rol van Dick, denk ik, vaststellen. Maar coach, aanvoerder, teamleider, facilitator. Dick is daarbij bij aangehaakt. En niet alleen Dick, ondertussen zijn er ook nog 53 andere enthousiaste personen en of organisaties aangehaakt om mee te denken om dit een breder gedragen en breder gevuld model te laten worden. En hierin, dat is eigenlijk ook al die sessies nu, blijkt eigenlijk wel dat we niet alleen maar een praktisch probleem op kunnen lossen. Want dat is eigenlijk onze drijfveer vanuit de aannemerij. We hebben praktische problemen op de projecten. Hoe kunnen we dit nou concreet nieuwe handen en voeten geven? Maar er zijn natuurlijk veel meer, het initiatief van BIMloket al internationaal als kan, lokaal als moet. Dus we willen ook gaan kijken hoe daar, met welke aansluitingen we moeten vinden en hoe we onszelf daarin moeten organiseren. Ja, dus een mooi platform natuurlijk, de DigiDair Award. Inderdaad, die hadden we gelukkig gewonnen. En ons team heeft meteen de bokaal vermenigvuldigd. Zodat iedereen er eentje mee naar huis kon krijgen. Want we willen juist het teamgevoel binnen Nederland, binnen ons allemaal versterken. Waar zijn we mee bezig? Als tijdslijn. Midden in de D-Day. Ondertussen hebben we het eerste concept gedeeld met alle enthousiastelingen en zijn we onszelf aan het organiseren om in het komende jaar het BUB 2.0 versie publiceerbaar te maken en een omgeving opgetuigd te hebben en gevuld te hebben
met toepassingen. Dus concreet, we zijn de organisatie aan het organiseren. Dat passen wij in het template van een BIM-loket zoals dat gesteld is met de beheerscommissie, expertscommissies, of hoe zien we dat? Wie doet wat? We hebben heel veel feedback al gekregen, gaan we verwerken. Plekje verwerven of invullen op bimloket.nl. Er moet gelanceerd en toegelicht worden. En we gaan dan vanuit de projecten weer heel veel leren om te kijken. Moeten we dit weer 5 jaar laten rusten, zoals bij het, of 3 jaar laten rusten, zoals bij de 1.0? Of moeten we hier een actieve rol in gaan krijgen? En voor het toepassingendeel willen we een platform selecteren waarbij we die toepassingen kunnen laten vullen. Met als voorzichtige voorspelling, streef aantal 50 toepassingen dit jaar documenteren en uit kunnen dragen. Oké, dankjewel. We gaan hard aan de slag. We hebben een aanstaande maandag hebben we een eerste expert meeting waarin 35 mensen hebben zich aangemeld om hierin mee te denken, om feedback te leveren. Dat hebben velen van hen inmiddels ook gedaan. En we halen maandag het net op om te kijken van wat is allemaal aan commentaar en aan aanvullingen en suggesties binnengekomen om hier weer een stap verder mee te maken. Dus wordt aan gewerkt. Ja. Dan een initiatief van een aantal mensen die zich met BCF bezighouden om een BCF-kaart te ontwikkelen en die te publiceren op de site van BIMloket. Ik geef graag het woord aan Daan Arts. Ja, goedemorgen allemaal. Samen met Robert Evers van BIM4All hebben wij een initiatief opgestart en daar BIMloket bij betrokken om een BCF-kaart te maken. Wat we met het doel om een Nederlandse standaard voor het gebruik van BCF-communicatie vast te leggen. Dat doen we door middel van een kaart wat vergelijkbaar is met de ILS 1.0. Wat houdt dat dan een beetje in? Nou, waarom wil je BCF gebruiken? Wat is BCF dan en hoe gebruiken we BCF? Kijk, en waarom doen we dit? Omdat wij merken dat heel veel mensen het niet gebruiken. Heel veel mensen gebruiken het wel, maar niet op een efficiënte en heldere manier. En daardoor wordt het weer minder gebruikt. Zo hebben we diverse leveranciers die zeggen van ja, we accepteren het niet omdat het gewoon, ja, mensen maken een issue aan en staat dit klopt niet. Nou, dat zou zonde zijn, omdat wij denken dat we er heel veel mee kunnen bereiken en de grootste bouwfout van de bouw kunnen verhelpen en dat is communicatie. Dus wat gaan we doen? Dus we gaan zo'n kaart maken met de issues. Grappig. Waarom een BCF? Wat is BCF en hoe gebruiken we BCF? Een 1A4'tje of 2A4'tjes moet dat netjes verwoord worden. Daarbij gaan we handleidingen maken voor de meest voorkomende software die met BCF werkt, waarin we dus zeggen van hoe je dat daadwerkelijk moet doen. En we verwachten dit te presenteren tijdens de komende BIM Praktijkdag, mocht die doorgaan. Dat is een klein... hierbij denk ik alles wel verteld. Dick, mis ik iets? Nou nee, ik wil eraan toevoegen dat wij dit een heel leuk initiatief vinden. En dit soort initiatieven die vanuit de markt komen, vanuit ons netwerk komen, die omarmen we als BIMloket heel graag. We willen graag dat juist dat netwerkplatform zijn die dit soort initiatieven ondersteunt en publiceert. Dus hartelijk dank daarvoor, Daan en Robin. En misschien ook nog een kleine laatste toevoeging. Ik denk dat heel veel mensen die hier zitten dit misschien denken van ja, hoezo dan? Maar wat wij merken is dat er een heel veel bedrijven zijn die dit gewoon nog niet goed begrijpen. En hier we hier met z'n allen heel veel winst uit kunnen halen. Misschien nog even aan toevoegen ook, Daan, dat... jij en Robin hebben dit initiatief gelanceerd, maar... Matthijs Natrop, van bestuurslid van Building Smart Benelux, is ook met dit onderwerp bezig, ook voor Building Smart International. Die heeft een hele groep mensen om zich heen om ervaringen rond BCF uit te wisselen. En deze hele groep heeft ook feedback geleverd op de ideeën die in de kaart zijn verwerkt. Dus het is niet alleen maar een initiatief van 2 mensen, maar een hele community rond BCF
die in Nederland hiermee bezig is, die heeft hiernaar gekeken en het wordt dus een gedragen ding. Dat wou ik er nog even aan toevoegen. Nou, nogmaals hartelijk dank Daan voor je bijdrage. Dan hebben Alex en ik zojuist besloten dat we twee onderdelen, die Level of Information Need en een Europese richtlijn voor BIM-uitvoeringsplannen en ILS'en, dat we die nu omwille van de tijd even overslaan. En we zeggen toe dat we daarover, over de beide onderwerpen, een keer een aparte webinar gaan organiseren. En dan kunnen we misschien nog wat andere onderdelen van de CEN ook bij betrekken. Dus Dick, laten we proberen dat nog wel in februari te doen, dat we niet te ver doorschuiven. Want dat is denk ik wel erg, aansluit heel erg goed aan het initiatief die we net allemaal gehoord hebben. Ja. Maar dat we daar even met z'n drieën even kijken hoe snel we dat op pad kunnen zetten. Om dat zelf nog een keer te doen. Ben het helemaal mee eens. We gaan een vervolgwebinaartje daaraan wijden. Op korte termijn. Prima. Dan, Kees. Ik heb je binnen zien komen. Ik ben er ook. Je bent er. Zeker. En je gaat ons iets vertellen over het versnellingsproject DigiProof. Yes, dat ga ik zeker doen. Is het een idee dat ik mijn eigen scherm deel? Of vinden jullie dit handig om het zo te houden? Nou, je kan... Zo. Oh. Wat zei je? Ik heb jouw presentatie hierin verwerkt, dus ik kan gewoon... Dan ben ik gewoon een slide. Oké, hartstikke goed. Je kan... Ik zal jullie in een paar minuutjes meenemen door het versnellingsproject De DigiProof. Dus mag ik de volgende slide? Je kan jezelf doen, maar ik doe het wel even voor je. Okay. Dankjewel voor deze dienst, Lex. we hebben een vanuit DigiGo een versnellingsproject opgestart. Tenminste zijn we mee bezig om dat te starten. En ik wil jullie graag even meenemen van wat het dan daadwerkelijk inhoudt. De DigiProof en guidelines voor informatieuitwisseling. De volgende slide graag. Alsjeblieft. Kijk, top. Het probleem. Eigenlijk eerst één heel positief punt. Er komt schot in de informatisering van die bouwbranche. Dat hebben we net ook eigenlijk gezien met het stukje alle ILS'en die er allemaal komen. Ik zeg maar een BIM-uitvoeringsplan waar ik zie dat er mooie ontwikkelingen op plaatsvinden. Dus je ziet echt dat we stappen maken ten aanzien van informatisering. Maar aan de andere kant hebben we ook nog steeds wel moeite om informatie echt daadwerkelijk uit te wisselen. En dus bedrijven die werken vaak in hun eigen taal en het echt daadwerkelijk met elkaar praten en informatie uitwisselen, zodat het door de anderen te interpreteren is en te gebruiken is, is toch nog wel een probleem. Dat vertalen is toch vaak een handmatige actie. Dus om een parameter die erin zit met informatie over bijvoorbeeld het gewicht, om die vervolgens om te zetten naar wat het voor een belasting betekent die een constructeur kan gebruiken, dat is toch vaak nog handwerk. Het gevolg daarvan is dus tijdverlies. En dat zijn uren vaak van onze schaarse resources, van onze beste BIM-mensen, van onze beste informatiemanagers. En uiteraard, en dat is niet... Tenminste, dat is ook zeker ongewenst, is de informatie- en kwaliteitsverlies. Nou, wij zijn ervan overtuigd dat het anders kan, doordat we een soort van Google Translate kunnen gaan bouwen, die we ertussen kunnen zetten op het moment dat organisaties met elkaar willen gaan praten. En dat traject, dat hebben we dus de DigiProof genoemd. Kan je naar de volgende slide gaan, Lex? De titel zegt het al, the proof of the pudding is in the eating. Dus wat we willen gaan doen, is dat we het theoretische concept wat we hebben bedacht om met elkaar te praten, dat willen we echt daadwerkelijk gaan testen in een kleine omgeving, dus in die proefopstelling, om uiteindelijk erachter te komen of het in de praktijk ook daadwerkelijk gaat werken. En wat we dus willen doen, is dat we van daaruit, ik zeg maar even de ingrediënten die je met elkaar kan mixen, dat we die helder gaan stellen hoe je die aan elkaar kan verbinden. En dat daaruit komt een stukje guideline, hoe je daadwerkelijk als bedrijf of als instelling kan omgaan met die informatieuitwisseling.
Welke platformen kan je aan elkaar koppelen? Hoe kan je dan vervolgens ervoor zorgen dat die platformen op een goede manier tegen elkaar praten? Hoe kan je ervoor zorgen dat je het vertaalt naar de juiste parameternamen van bijvoorbeeld de organisatie waarmee jij samenwerkt of met je klant? En dat zijn uiteindelijk die guidelines die daaruit voortvloeien, die de markt dan ter beschikking kan krijgen. Kun je naar de volgende slide gaan? Ja. Dus wat ik al eerder zei, er zijn ongelooflijk veel initiatieven en ook daadwerkelijk producten die we al kunnen gebruiken om daadwerkelijk die informatiestructurering om die te organiseren. Denk aan CBNL, denk aan verschillende ILS van bedrijven. De ISO 19650 kwam ook vandaag langs, of tenminste kwam in ieder geval langs ten aanzien van het onderzoek van die ILS'en van BIMLOCAT. Nou, IFC, NLSB, ga zo maar door. Dus er zijn ongelooflijk veel initiatieven of guidelines om je data te structureren. Maar hoe ga je die nou daadwerkelijk aan elkaar verbinden, zodat je ook ervoor kan zorgen dat je daar praktisch mee om kan gaan? Nou, dat is dus hetgeen wat we in die digiproef gaan doen. We gaan het bij elkaar gooien, we gaan een testopstelling maken en dan uiteindelijk, kan je naar de volgende slide toe gaan? Ja, sorry, ik zal even te komen. Komen we tot een resultaat met hoe we die proefopstelling hebben gemaakt en hoe je dat eventueel zou kunnen gebruiken in je eigen organisatie. We verwachten dat we 1 maand van start kunnen. We verwachten dat we ongeveer 3 maanden doorlooptijd hebben om dit geheel voor elkaar te krijgen. Dus dat we in het tweede kwartaal van dit jaar het traject kunnen afronden. Dan komen we vervolgens beschikbaar voor de hele markt. En dat is dan eigenlijk een soort van formule, hoe je slim om kan gaan met die verschillende standaarden, richtlijnen, IT-oplossingen in je eigen IT-landschap. En daarmee ook een startpunt voor de verdere ontwikkeling van eventuele standaarden die er zijn, richtlijnen die er zijn, maar ook daadwerkelijk wel van IT-oplossingen. That's it. Oké, dankjewel Kees. Die resultaten die jullie gaan bereiken dit jaar, dat is misschien, na jouw verhaal denk ik van dit is een prima onderwerp om daar weer eens een webinartje aan te wijden. Dus laten we dat afspreken dat we daar in de loop van het jaar gewoon op terugkomen en dat we jullie de gelegenheid geven om te vertellen wat je conclusies zijn en hoe we daarmee verder kunnen. Graag. Zelfs. Helemaal goed. Oké. Het DigiCo-project kennisdeling OTL-ontwikkeling. Daar zijn 3 mensen uit ons netwerk hard mee bezig. Henny Stolwijk, Ronald Bergs en Herman Winkels. Die vanwege hun drukke werkzaamheden geen van 3 toevallig konden vandaag. Dus ik ga dat verhaal even van ze overnemen. Dick, je hebt remote control, dus jij kan zelf klikken. Oké, prima. Het is een DigiCo-project. Er zijn heel veel organisaties bezig met een eigen met OTL's. Nou, in het begin van deze sessie heb ik iets verteld over de NTA 8035 en dat daar allerlei OTL's op worden gebaseerd nu. Rijkswaterstaat is daarmee bezig, ProRail is daarmee bezig. Er zijn verschillende bouwbedrijven en ingenieursbureaus allemaal bezig met die OTL's. Bestaande standaarden worden ook aangepast, dus het informatiemodel beheer openbare ruimte. De NEN 3610 die gaat over GIS-standaarden, worden allemaal aangepast op dit soort afspraken die we onder andere in de NTA hebben opgeschreven. Er is veel behoefte aan om tussen al die organisaties die hiermee bezig zijn, om kennis uit te wisselen, kennis te bundelen enzovoort. En dat is in dit programma, wat door DigiCo wordt ondersteund, wordt dat gedaan. Um,
Er wordt dus een heel programma van ook webinars waar presentaties uit de praktijk worden gegeven. De mensen die daar direct bij zijn betrokken, die vertellen over waar ze mee bezig zijn, wat hun ervaringen zijn, wat hun plannen zijn enzovoorts. Waar loop je tegenaan en hoe kan het netwerk je erbij helpen? Dus het is echt een kennisuitwisselingsverhaal. Dus niet alleen zenden, maar ook halen. Het is als webinar, maar ook hier hebben ze gemerkt van ja, dat is enerzijds jammer. Aan de andere kant, we bereiken veel meer mensen dan mee live verhalen. Dus zo'n 60 tot 100 aanmeldingen per keer, heel vergelijkbaar met wat we vandaag zien. Georganiseerd is door deze mensen en als BIM Loket faciliteren we dat. Er zijn verschillende bijeenkomsten al geweest. Ontwikkelingen bij CROW, Amsterdam, Tenet, bij TNO. Er zijn ook bedrijven aan het woord geweest al die met eigen OTL's aan het werk zijn. Straks dan horen we nog een praktijkverhaal van Dura Vermeer. De Boskalis is al met PIM bezig, het Pavement Information Modeling, wat hier ook weer op aansluit. Er is een DigiCo-project ingediend door CBNL om het kernmodel van CBNL ook aan te passen op de structuur van de NTA en de NEN 2660, om steeds de uitwisseling steeds gemakkelijker te kunnen maken. En ook qua terminologie daar een stuk standaardisatie in te krijgen. Nou, je kunt zien van welke onderwerpen hier allemaal aan de orde zijn geweest. Dit loopt nog door. Er zijn meer. Er komen nog meer bijeenkomsten. 26 februari, 8 april, 20 mei en 1 juli staat hier. Al die webinars die al zijn geweest, die zijn opgenomen. En die zijn ook te vinden via de website van BIM Loket. Dat wijst zich vanzelf. We hebben een YouTube-kanaal bij BIM Loket. En alle webinars die wij in de loop van de tijd geven, die kun je daar terugvinden. Nou, voor iedereen die bezig is met OTL-ontwikkelingen, van harte aanbevolen. Projecten van Building Smart. Zoals gezegd, een partnerorganisatie waar we steeds meer mee en steeds nauwer mee gaan samenwerken als BIM Loket. En een aantal activiteiten vanuit Building Smart Benelux, die zijn wij aan het, die faciliteren wij, daar werken wij mee samen. En een paar daarvan laten we nu eventjes de revue passeren. Alex? Ja, Paul is online, die is nu bezig met zijn microfoon, die zal dit presenteren. Lex, of jij alleen de slides even kan doen. Kan ik doen, ik heb er nu ook al toegang gegeven. Oké, mooi. Okay. Nou, ga ik even testen op het werk. Kun je me horen? Paul Bos van Roet en bestuurslid van Building Smart Benelux. Ga je gang, ja. Paul. Dankjewel, Dick. Dankjewel. Professional Certification Programma. Even kort toelichten, het foundation deel daarin. En dan ga ik eens even kijken of ik daadwerkelijk slides kan doen. Nee. Lex, zou je de volgende? Ja, is goed. Dat doe ik. Nou, het Professional Certification Programma is een programma dat ontwikkeld is door Building Smart International. Dus echt een globaal programma. Inmiddels al in 25 landen actief. Waar Duitsland en Zwitserland een van de eerste waren die het ook mee hebben ontwikkeld. Maar dus ook de eerste die het geïmplementeerd hebben. Nou, het Professional Certification Programma zie je daar eigenlijk al dat al meer dan 1800 individuen in Duitsland gecertificeerd zijn.
En inmiddels al meer dan 38 opleidingsverstrekkers zijn, dus die daadwerkelijk de trainingen geven. Nou, de andere landen, 25 landen, zijn al bezig om dat ook te implementeren. We zijn hier in Nederland in januari vorig jaar begonnen met de implementatie ervan. En inmiddels op de laatste procentjes voor de afronding daarvan, waardoor we verwachten dat de eerste trainingen zullen gaan beginnen een maand of twee. Yes, volgende slide. Nou, wat is het doel? Het doel is dus niet om trainingen te geven, maar het doel van Building Smart is om een wereldwijd leerkader te bieden om Open BIM trainingsmateriaal te standaardiseren. Ja, wat is nou die minimale kennis die je nodig hebt om met BIM aan de slag te gaan? Het foundation niveau, dat is waar we mee beginnen. Nou, het is ook om opleidingsorganisaties te ondersteunen en te accrediteren daarvoor. We merken ook dat binnen opdrachtgevers, grotere partijen, dat ze last hebben met, nou, bij wie moeten we nou een training gaan volgen en welke inhoud moet dat nou hebben? Nou, we hebben hiermee dus ook echt wel consensus bereikt, zowel internationaal als nationaal, over wat vindt nou plaats binnen die basis. En uiteindelijk is het ook het individuen testen en certificeren is het doel, want het examen vindt wel plaats via Building Smart. En het uittrekken van het certificaat natuurlijk ook. Nou, dat geldt natuurlijk alleen voor de mensen die de goedgekeurde training hebben gevolgd. Yes. Het bestaat uit twee lagen. Nu zijn we bezig met het uitrollen van Professional Certification Foundation. Kennisgericht leren. Hè? Het is Bloom's Taxonomy. Je begint eerst met kennis. Daarna ga je bezig met toepassen van de kennis. Nou, we zijn dus begonnen met die internationale basis en die nationale basis. Daarop volgt Professional Certification Practitioner. Dat programma zijn we nu nog aan het ontwikkelen. En dat gaat over het toepassen van die kennis. Hè? Over taken die je hebt en competenties en skills die daarbij horen. Bij verschillende rollen dus ook. Nou, dus naar de volgende slide gaat. Yes, waar bestaat het uit? We hebben eigenlijk 5 internationale leereenheden of learning objectives, leerdoelen. Wat is BIM? De voordelen van Open BIM, de BIM-processen, waar bijvoorbeeld ook de ISO 9650 een onderdeel van uitmaakt. Open BIM-standaarden die er zijn en de processen binnen een organisatie. Nou, daarbinnen zitten 5, 6, 7 leerdoelen ongeveer. Minimaal 5, maximaal 7 subleerdoelen eigenlijk. Nou, en het programma biedt ruimte om een nationale een aanvulling daarop te maken. Module 6 heet dat. Nou, die hebben we met de gehele Nederlandse markt hebben die ontwikkeld. Vastgesteld wat is nu dat minimale kennisniveau en over welke onderwerpen dient dan te gaan. En ook om daadwerkelijk inhoud eraan te geven, dat hebben we ontwikkeld met echt wel, dank daarvoor ook, de hele Nederlandse markt, waar die kennis ook ligt. Yes. Nou, wat gaat dat dan? In ieder geval om Nederland. Überhaupt is dit op de website van Building Smart Nederland. Dus buildingsmart.nl is ook dat uitgebreide formulier met een overzicht van die learning objectives in te zien. Nou, in Nederlandse standaarden en richtlijnen gaat het over weet welke kennisorganisaties actief zijn. Inhoudelijk kennis nemen van de standaarden die relevant zijn voor BIM-projecten. Welke richtlijnen zijn relevant? En van sommigen ook inhoudelijk kennis nemen. De ILS is natuurlijk ook wel een richtlijn, maar daar willen we toch wel een speciale aandacht aan geven. Welke type ILS'en zijn er, omdat die toch echt wel in elk project naar voren gaan komen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de relaties tussen internationale en de nationale standaarden en richtlijnen. Hè? Waar je bijvoorbeeld hier de Nederlandse BIM-protocol hebt, of andere standaarden die best wel al, zoals de ILS'en, een geëikte plek hebben binnen de projecten. Maar je hebt natuurlijk ook internationale tegenhangers daarvan. Nou, hoe verhouden die zich tot elkaar en hoe kan je dat toepassen? Nou, dat zijn Nederlandse LO's. En dan ben ik in ieder geval door de slides heen. Als toelichting erop, we zijn dus nu bezig met het accrediteren van de eerste training providers, de aanbieders van de opleidingen. Dan moet je denken aan hogescholen, aan commerciële partijen, maar ook brancheorganisaties die dit willen gaan aanbieden. Dus er zal een enorme variëteit komen in het programma, waar die module 1 tot en met 6 het minimale is wat binnen het trainingsprogramma hoort. En uiteindelijk daar ook de examinering op zal plaatsvinden.
Yes, meer informatie dus op buildingsmarkt.nl en via de sociale mediakanalen. Dankjewel, Paul. Nou, helemaal goed. Helemaal goed, Paul. Dankjewel. Nou ja, we hebben hier best veel contact over. BIMloket heeft ook ja, de standaarden van BIMloket. Daar komen in de body of knowledge in module 6 komen daar, wordt dat allemaal keurig opgenomen, inclusief examenvragen enzovoort. Ja, wij vinden dit ook als BIMloket een heel belangrijk en mooi ding om weer tot een stukje standaardisatie te komen over minimale kennis die nodig is om je BIM-professional te mogen noemen. En als we dat in allerlei opleidingsprogramma's op dezelfde manier, met dezelfde body of knowledge, kunnen verankeren, dan zetten we weer een stapje richting standaardisatie, maar dan net in iets andere manier. Dan, Cyril, de Information Delivery Specification. Yes, ik heb 8 minuten de tijd, geloof ik, hè? Ja. Nou, als het iets minder is, dan is dat ook goed. Oké, ik ga mijn best doen. Ja, ja. Oké. Okay. Lex, jij bedient de knopjes? Nou, je kan zelf klikken, had ik net doorgegeven. Dus ik zie je muis al bewegen. Dus onderin heb je 2 pijltjes. En voor mij kan je ook gewoon in het scherm klikken. Kijk, dus volgens mij... Ja. Ik draai voor Building Smart International een project dat gaat over Machine Readable Information Delivery Specifications. En ik heb vanochtend al meerdere raakvlakken horen terugkomen. Dus ik klik hier even door. Mijn rol binnen dat project is dat ik projectleider ben en eigenlijk een internationaal team probeer te faciliteren. Ik draai het project voor Building Smart International. Mede omdat het IDS ook op de technical roadmap staat van Building Smart, links onderin te zien. We hebben een team waar in ieder geval bij de kick-off mensen uit 12 landen in participeerden. En als ik kijk naar het team wat we hebben, dan zit daar voor het merendeel eigenlijk software developers bij. Software developers ook vanuit de grote de bekende namen als Autodesk, Solibri, Nemetschek, dat soort partijen. En waar dat project over gaat, is eigenlijk heel simpel. Is dat we in projecten eigenlijk altijd wel exchange requirements eigenlijk hebben. Veelal voor een IFC-file, als ik even praat voor de vertical bouw. Zoals bijvoorbeeld de basis-ILS, die is natuurlijk al veel vaker voorbij gekomen, maar ook een basis-USO of een ILS voor kalkzandsteen of een ILS ontwerp en engineering, et cetera, et cetera. Wat het mooie daaraan is dat... ik wil eigenlijk een slide terug, Lex. Dat knopje kan ik niet... vinden. Oh, wacht even. Hier is een vorige. Ja, check. Dus dat is eigenlijk heel erg mooi. Alleen, volgens mij heeft Lex het ook eerder vanochtend al aangegeven. Er zijn superveel initiatieven op gebied van ILS. Ieder bedrijf of iedere opdrachtgever die heeft nu zo'n beetje zijn eigen ILS. Dat is aan zich super positief. De valkuil die daarin zit, is dat al die ILS'en zijn geschreven voor mensen om te kunnen interpreteren. Oftewel, het zijn uiteindelijk allemaal PDF'jes of Excel-sheetjes. En die hebben allemaal een eigen structuur, waar een computer niet zoveel mee kan. Dus waar dit project over gaat, is of dat wij vanuit Building Smart niet een nieuwe standaard eigenlijk kunnen neerleggen. Om zo'n ILS niet alleen human readable te maken, maar ook computer readable. En dat is eigenlijk wat het project beoogt. Zal ik even. Ja. Dus, what is missing? Nou, eigenlijk, als ik het heel plat vertaal en het heel simpel hou, dan zouden we het liefst eigenlijk zien in de soort van geëikte programmaturen die deze en genen gebruiken om projecten te modelleren. Dat we goede
knoppen set moeten hebben om een goede IFC-export te kunnen maken die voldoet aan een IDS die je hebt vanuit een opdrachtgever. En als we dat natuurlijk hebben, dan kun je je voorstellen dat we gewoon veel meer zaken geautomatiseerd kunnen laten verlopen. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning, wat ik vandaag al heb gehoord, of voor opdrachtgevers zoals het Rijksvastgoedbedrijf, om gewoon de data te checken of dat die voldoet aan de eisen die gesteld worden. Dus meer info kun je vinden op die URL die hieronder staat, maar eigenlijk zou het zo simpel moeten zijn dat de opdrachtgever die maakt eigenlijk een IDS. En dat kan straks hopelijk met die IDS-configurator waar Niels eerder ook al over sprak. Vanuit die IDS-configurator kunnen we dan straks waarschijnlijk wel een PDF-je produceren, omdat we die onder een contract moeten hangen. Dus dat bestandsformaat dat moet te lezen zijn door mensen. Maar we kunnen straks hopelijk ook een datafile met een bepaalde datastructuur. Waarschijnlijk gaat dat nu een XML-file worden, die we kunnen versturen aan bijvoorbeeld modelleersoftware als een Revit. Vervolgens gaat iemand in Revit gaat een model maken. Die kan in Revit een bepaalde mapping maken richting die IDS. En op het moment dat je dan een IFC exporteert die moet voldoen aan een IDS van opdrachtgever A, dan voldoet die IFC daar eigenlijk aan. Die IFC die wordt vervolgens verstuurd naar een opdrachtgever. En die opdrachtgever die kan daarna die IDS valideren door bijvoorbeeld in Solibri of bijvoorbeeld in Navisworks weer diezelfde XML-file eigenlijk in te lezen, zodat hij heel makkelijk kan verifiëren of dat die IFC-file daaraan voldoet. Dat is in een notendop waar dat project over gaat. Ik heb geprobeerd het ook stupid simpel te houden. Dus vooral een praktische oplossing te vinden die low-tech is. En daarmee geloof ik dat softwareleveranciers dat graag willen implementeren. En iets wat preferably natuurlijk ook werkt op IFC 2x3. Omdat dat op dit moment nog steeds de meest gebruikte IFC-standaard is volgens mij in de markt. Waar het project niet over gaat is dat we geen PhD-research willen doen voor 4 jaar en al te veel theoretisch willen blijven hangen op vraagstukken als ja, maar als dit en dat en zus en zo. En wat we ook hebben gezegd is dat we voor nu, voor de versie 1.0, eigenlijk het niet willen hebben over geometrie, maar ons eigenlijk veel meer willen richten op het alfanumerieke gedeelte. He, dus bijvoorbeeld een materiaal of een NOSFB-code die je aan een object hangt. Of de naam daarvan of een type, et cetera. Dat soort zaken. We proberen natuurlijk binnen dat project ook aan te sluiten op internationale standaarden. Dit is bijvoorbeeld het LOIN framework waar we op aangesloten zijn. Daar hebben we een aantal use cases die zijn gepresenteerd. En we hebben een mooi rijk team. Dit zijn zeker niet meer de enige mensen die participeren, maar dit was het initiële kick-off team. En ik denk dat sindsdien dat er nog wel 15 of 20 mensen zijn bijgekomen. Dus ook internationaal heel erg veel interesse voor dit project. En als ik even kijk naar waar staan we, wat hebben we dit jaar gedaan en waar gaan we volgend jaar mee verder? Nou, al die groene sessies die zijn eigenlijk afgevinkt. Dus de methodiek is heel simpel. 1 keer in de 2 weken hebben we een sessie waarbij we bepaalde milestones proberen af te tikken. Vanmiddag hebben we sessie 06, waarbij we weer gaan discussiëren over eigenlijk het formaat en de structuur van die XML-file. En hopelijk kunnen we over 2, 4, over een week of 6, dat we al kunnen voortbewegen naar een eerste prototype software implementatie. Waarbij het leuk is om te weten dat bijvoorbeeld een Autodesk heeft beloofd dat ze die implementatie ook daadwerkelijk gaan doen. En een Solibri dat ook heeft aangegeven. Dus we kunnen in ieder geval een roundtrip organiseren straks. Nou, dat project dat zou begin maart moeten eindigen met een versie 1.0. Waar we dan vervolgens op het moment dat daar nog steeds heel positief over wordt gedacht, waarschijnlijk gaan schrijven aan een fase 2 project. That's it. Top, Cyril. Mooi project. Ik denk dat het mooi aansluit op alle andere dingen die er spelen. Dus ik denk dat het met z'n allen komen we wel erg ver, denk ik. Misschien nog even een kleine toevoeging ook op Cyril. Cyril, dankjewel. Natuurlijk ook, je noemde het zelf al, aansluiting vanuit Building Smart International op de CEN-commissie over Level of Information Need, waar nu de banden aangetrokken worden.
En zeker voor part 3, waar het gaat om de datastructuur, data templates, machine readable, dat daar een hele nauwe samenwerking komt. Ook in het team die bij jullie inzit in de IDS, in Beeldgebaard SGL, is een groot deel ook vertegenwoordigd in de Level of Information Need Commissie voor de CEN. Dus het is een hele mooie verbinding die daar gelegd wordt om het ook uniform gestructureerd en een Europese standaard van te maken. Precies, ja. Dat is uiteindelijk de doelstelling. Ja. Ik heb, we hebben het even overgeslagen, maar daar werd ik het ook al in genoemd. Maar dan heb ik toch nog even de kans om dat genoemd te hebben. Dat is een mooie initiatief. Oké, prima. Wat vervolgt? Zou ik het zeggen? Ik neem het even over, want Fred, ik kon er helaas vanaf 11 uur niet meer bij zijn. Dus we lopen okay. Op de frame. Dus ik zal dit even snel proberen te doen en proberen wat tijd te winnen. Zoals ik meestal wel goed in ben. Ja. Even kijken. Een ander initiatief is namelijk binnen Building Smart International vanuit de facility management wereld in Nederland opgestart is het proberen... Even kijken, kan ik volgende klikken? Ja. Als het goed is moet hij het doen, ja. Ja, komt-ie. Ik zat er even op een andere te laag. Is natuurlijk ook Open BIM toegepast in facility management wereld om de informatie te delen. Zij hebben natuurlijk ook veel digitale informatie nodig. Maar zijn tot nu toe nog een beetje onderbelicht binnen Open BIM standaarden en de uitwisseling van de informatie daarop. Daar wil met dit initiatief, de Facility Management Project Proposal, proberen de dingen, de twee werelden bij elkaar te brengen. En de basis hiervoor is de ISO 41000 series te combineren in de ISO 9650, onze welbekende BIM-normen en de open standaard IFC. Even kijken. Ja. Ik zal even kijken. Wat we hier ook gedaan hebben, is natuurlijk even leuk geknutseld van ons, van mij en Fred, om eigenlijk ook binnen ons bekende ISO-normpjes, die wij allemaal als BIM-mensen kennen, de facility management over een plekje te geven. Het heeft natuurlijk heel veel raakvlakken met de operationele fasen voor je levensduur van je vastgoed. Tot nu toe altijd even onderbelicht. Dus wij willen heel graag ook die toegevoegde waarde kunnen versterken door het open kunnen delen van de IFC en datastromen. Het doel is om eigenlijk een IDS voor facility management te schrijven. En eigenlijk aansluitend op de Cyril krijgt, hoe kunnen wij nu vanuit het IFC-schema, IFC-model wat geleverd gaat worden, de juiste informatie trekken om facility management werkzaamheden te ondersteunen en gedurende de levensduur operationeel op de date te halen. Het is een heel mooi initiatief. Het is ook goedgekeurd een project proposal door de standaardcommissie van Building Smart International. Dus het projectplan wordt nu uitgeschreven. En we zijn daar hard mee bezig om daar ook nog mensen voor te werven. Dus mochten er facility managers aanwezig zijn bij dit initiatief en graag aan willen sluiten, wij mogen vanaf deze week, omdat het formeel goedgekeurd is, ook het projectproposal delen. Dus dat zullen we gaan publiceren op de website bij BIMLoket, een link, en bij Building Smart Nederland op de website gaan publiceren. Lees het initiatief. Ik denk dat het een hele mooie aanvulling is op de delen van data en kennis over facility management binnen Nederland verder te brengen. In de notendop. Dus graag, we hebben de mensen interesse om bij te dragen. Ik denk dat we een heel mooi team hebben, internationaal, erg sterk ook voor zijn. Ook heel veel raakvlakken weer met de Europese normcommissie ontwikkelingen. Dus als je denkt, ik zit in facility management, sluit aan. Oké, okay, je gaat gelijk door met de vertaling IFC-schema. Ja. We gaan gewoon een even, maar dan kijken we het uit. Waar ik en Lex eigenlijk al vorig jaar begin met een soort workshop aangedacht hebben binnen Building Smart Nederland, volgende slide, is kijken hoe kunnen we nou ook het gebruik van de juiste objecten aan de juiste dingen toekennen in jouw modelleersoftware aan de objecten van de ISC. Wat we merken is dat er heel veel ILS-initiatieven zijn, natuurlijk, nou, dat hebben we allemaal hiervoor gezien, maar vaak nog wel een soort vertaal-issue is, wat wordt er nou exact bedoeld? IFC-schema is natuurlijk in het Nederlands. Niet alleen in Nederland hebben we daar problemen met IFC-schema goed te vertalen, maar ook internationaal. Dus er is nu bij Building Smart International ook een project opgestart om, even de volgende slide proberen te doen. De initiatieven, hè? Dus iedereen is bezig met zijn eigen mapping te maken. Ik moet even ietsje terug. Hoe kunnen we dat nu gaan structureren, ook naar een internationale vertaling, dat we weten wat we ermee bedoelen.
het is denk ik heel erg het bijdragen ook aan de ILS'en, aan de juiste uitvraag, ook aan de IDS. Eigenlijk alle initiatieven hierboven genoemd en gepresenteerd zijn, zullen wij op aansluiten door het IFC in te vernederlandsen. Dus begrijpbaar te maken, uniform te maken, in de plaats van iedereen zijn eigen vertaling probeert te maken. 95% van onze ILS'en is gekoppeld aan het IFC, ja, gekoppeld aan het IFC-schema. Dus daar kunnen wij ontzettend mee bijdragen als we daar ook de uniforme vertaling van hebben. Ik ga even niet allemaal oplezen, maar daar zijn we dus mee bezig. We hebben een projectvoorstel ingediend bij Digital Go. We zijn het laatste puntje op de i aan het zetten om ook dit in een gezamenlijk verbreder verband te gaan vertalen. Aansluiten op het international initiatief waar vertaling is. Dus ook de andere talen merk je dat daar hard mee bezig zijn om het uniform in hun eigen land te kunnen toepassen. Dit is even een kort voorbeeldje. Ook dit projectland zullen we zodra het goedgekeurd is natuurlijk even delen binnen Nederland en ook hier. Aansluiting voor de review-momenten is meer dan welkom van alle soorten disciplines. Bouwkundig hebben we natuurlijk al heel veel kennis en kunde vertaald, maar werktuigbouwkundig is denk ik nog wel iets wat achterloopt bij de juiste objecttoekenningen dus en de juiste vertalingen daarvoor te ontwikkelen. Ja. Veel sneller kon ik het niet doen. Oké, nou ja. Maar de boodschap is duidelijk. Alex, prima. We zien er naar uit. We zijn nog even bezig om het voorstel helemaal goed af te ronden, zodanig dat ook, de DigiGo gemeenschap zegt van oké, hier gaan wij dit gaan wij ondersteunen. Het open podium. We hebben nog 8 minuten. Ik zou in ieder geval Maurice Kenter de gelegenheid geven om zijn verhaal te vertellen over OTL ontwikkeling bij Dura Vermeer. Zullen we dat eerst doen, Alex of Lex? Ja, zeker. Ik denk, ik kan best ook nog wat ik als idee had, misschien na 11:30 nog toelichten voor de mensen die willen blijven hangen. Maar laten we de sessie afronden met de externe sprekers nog. Dat lijkt me prima. Dus als jij dan even doorgaat, dan wil ik graag Maurice uitnodigen om zijn verhaal te gaan houden. Ja, nou, goedemorgen. Ik zou Maurice even remote control. Ja, we horen je, Maurice. Maurice, je kan inmiddels klikken onderin of op het beeldscherm. Ja, duidelijk. Nou, welkom allemaal. Mijn naam is Maurice Kenter. Ik ben werkzaam als BIM-engineer bij Dura Vermeer Bouw Middenbest. Binnen mijn functie hou ik me onder andere bezig met de coördinatie van het integrale bouwproces binnen de utilitaire en complexe woningbouw. Met deze presentatie zal ik jullie korte update geven over het initiatief wat wij als Dura Vermeer gestart zijn voor het ontwikkelen van een bedrijfsspecifieke OTL. Nou, allereerst waarom een bedrijfsspecifieke OTL? Bij deze OTL willen wij de informatieoverdracht tijdens het bouwproces tussen onze ketenpartners optimaliseren. Met als doel minder faalkosten door één gemeenschappelijke taal te spreken. Ten tweede willen wij in de ontwerpfase data genereren en structureren en deze in de beheerfase verder te gebruiken voor asset management doeleinden. En als laatste willen wij aansluiten bij de databehoeften vanuit het bedrijf. En deze doelstelling is minder fouten door een betere datastructuur voor interne projectmanagementactiviteiten zoals kostenramingen, risicoanalyse en contracten. Nou, wat is de gewenste ambitieniveau, de stip aan de horizon? We willen eigenlijk van een documentgestuurd bouwproces naar een datagedreven gestuurd bouwproces. Waarbij diverse OTL's met elkaar zijn verbonden, doordat alle data koppelbaar is. Dat zie je ook door die gekleurde cloudjes, die met elkaar verbonden zijn door middel van linked data. Dit ter ondersteuning van bijvoorbeeld de opkomende wet kwaliteitsborgingen of onze SE-gerelateerde projecten, waarbij eisen en specificaties vanuit open standaard samen geïntegreerd kunnen worden. Nou, het huidige instapmoment voor ons is nu iets lager. We liggen op een iets lager ambitieniveau, waarbij eenduidig vastleggen van assetinformatie conform de NTA de NTA 8035 de eerste stap zal zijn. Deze data kunnen we dan genereren, structureren, delen en hergebruiken binnen onze projecten.
Nou, wat is er al gedaan op dit moment? Inmiddels zijn wij al bezig met een subsidieaanvraag. We hebben diverse verkennende sessies uitgevoerd met verschillende marktpartijen. Dit voor het verkrijgen van een gedeelde visie. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande binnen onze infratak waarbij een OTL is opgesteld en op het punt staat om geïmplementeerd te worden. Nou, het vervolg voor de bouwkant in 2021 zal zijn de verkregen visie verder te vertalen in use cases. En op basis hiervan zullen wij de OTL verder vormgeven en implementeren in pilotprojecten. De resultaten zullen we deze tijd evalueren, verbeteren en eventueel uitbreiden naar overige projecten binnen onze bouw- en vastgoedkant. Nou, mochten jullie meer informatie willen weten betreft deze ontwikkeling, kunnen jullie contact op mij, met mij opnemen op dit e-mailadres. En tot zover deze update. Nou, dat is heel snel gedaan, Maurice. En het is mooi om te horen dat die OTL-ontwikkeling zo langzamerhand door marktpartijen, die toch een beetje is begonnen bij opdrachtgevers, dat die steeds meer door marktpartijen wordt opgepakt. Dit is een mooi voorbeeld daarvan. En hartelijk dank voor je bijdrage hierin. Geen dank. En succes vooral ook. Dankjewel. Even een afsluiting kijken. Voor jou, Dick, denk ik. Ja. Even kijken dat, of ik door kan klikken nog. Ja, nou, waar we het overal niet over hebben gehad vandaag, dus is de aanpassing van het kernmodel van CBNL aan de NEN 2660 en de NTA 8035. Ik heb verteld van ja, we proberen met deze normen de informatiemodellen die wij in Nederland ontwikkelen voor informatieopslag, voor informatieuitwisseling, om die op dezelfde lees te schoeien, zodat uitwisseling wordt gestandaardiseerd en daar ook software voor gemaakt kan worden. Dan hebben we het over de structuur van informatiemodellen. De CBNL gaat over de termen die we gebruiken, het woordenboek, hoe noemen we de dingen. Daar hebben we de CBNL voor ontwikkeld. Ook dat is een taxonomie. En er is een project nu gestart om het kernmodel van CBNL, om dat aan te passen aan de structuren die wij in NEN 2660 en NTA 8035 hebben beschreven, zodat ook het woordenboek qua structuur wordt aangepast op de afspraken die wij met elkaar maken over hoe wij informatiemodellen opbouwen. Nou, daar hebben we het niet over gehad, daar komen we misschien later dit jaar nog eens op terug. We hebben het ook niet gehad, Niels heeft kort gesproken over de ILS ontwerp en engineering, wat in feite de directe aanleiding was voor de ILS configurator. Inmiddels is de ILS ONE formeel geadopteerd als een praktijkrichtlijn voor het BIM-loket. Timothy Lievendag van BAM, die trekt dat. Die is naar voren gestapt om dat te gaan trekken. Aanstaande vrijdag is er een BIM-loket on Friday. Vaste bezoekers van BIM-loket die weten inmiddels wat dat is. En Timothy en met een collega gaan daar aanstaande vrijdag iets meer over vertellen over wat de stand van zaken van ILS ONE is. Dus van harte uitgenodigd daarvoor. Waar we het ook niet over gehad hebben is over een webinar over asset management dat twee mensen van Schiphol op 18 december hebben gegeven. Ik denk dat van alles wat we hier vandaag hebben besproken, allerlei ILS'en, zaken rond asset management enzovoort, dat Schiphol de organisatie is in Nederland die misschien wel het verst is met het implementeren van al dit soort dingen. OTL's, system engineering. Nou, daar hebben ze een prachtig verhaal over gehouden op 18 december, wat ook weer terug te kijken is op YouTube. En dat kan ik echt van harte aanbevelen. Heb je dat niet gezien? Ga het alsnog bekijken, want dat is een geweldige, eigenlijk een soort van praktijksamenvatting van alles wat hier vandaag voorbij is gekomen. Ik
wil iedereen bedanken. Het is inmiddels 1:01 en er zijn nog 74 mensen aanwezig. Op zijn hoogtepunt waren het er 97 vandaag. Dat is een heleboel. Het viel mij op dat er heel weinig verloop was. Dus dat is ik beschouw dat als een compliment. Hartelijk dank voor iedereen voor de belangstelling. Je kunt het allemaal weer terugkijken straks op ons YouTube-kanaal. En de sheets zullen wij apart ook gaan publiceren op de website van BIMloket. Dus het is voor iedereen nog eens na te kijken. En we komen bij u terug. Ja, fijne dag allemaal. En misschien wel leuk om een reactie nog even te geven in de chat. Mocht je het positief of negatief hebben ervaren, leuk om dat te lezen. Misschien is het dat ook nog goed om even te zeggen dat er zijn bepaalde vragen gesteld in de chat. We gaan dat met z'n drieën nog eens eventjes nalopen. En als er vragen nog onbeantwoord zijn gebleven, dan zullen we dat alsnog als nazorg zullen we dat met jullie communiceren. Oké. Hartelijk dank nogmaals en graag tot ziens. Een volgende keer. Dan kun je de opname wel op pauze zetten, denk ik. Ja. Stoppen we. Ja.